Welkom bij deze live uitzending van De Bali. Dit is een aflevering in de serie Publieke Intellectuelen. En dat is een aflevering waarbij we telkens een hedendaagse denker vragen om een essay te schrijven over het werk van een publieke intellectueel uit de vorige eeuw. En dit keer is dat publicist en historicus Zini Üstiel, die een essay schrijft over het aantrekkelijke van revoluties van Karel van het Reven. En Zini Üstiel gaat dit essay straks voordragen. En vervolgens gaat hij daarover in gesprek met hoogleraar moderne politieke geschiedenis Annelien de Dijn, verbonden aan de Universiteit Utrecht. En met hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Scheffer. Maar voordat dit alles gaat plaatsvinden, hebben we historicus Willem Melging uitgenodigd om een inleiding te geven en ons te vertellen wie Karel van het Reven precies was. Willem Melging is historicus. Hij was lange tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, publiceerde veel over Europese geschiedenis en hij werkt momenteel aan een biografie van Karel van het Reven. Meneer Melging, aan u de eer. Mogen we applaudisseren? Ja, toch? Ja, heel graag, ja. Nou ja, ik was gevraagd hier omdat natuurlijk heel veel mensen niet meer weten wie Karel van het Reven is of was. Maar tot mijn verrassing zag ik eergisteren in de kruiswoordpuzzel van Trouw dat er gevraagd werd welke Reven wordt in mei aanstaande 100 jaar. En het waren 5 letters, dus Gerard viel af. Dus hij is nog niet helemaal vergeten. En ik hoop ook in mijn praatje te kunnen aantonen of duidelijk maken waarom die terecht nog lang niet vergeten is. Ik heb het genoemd Karel van het Reven, zelfdenker. Het belang voor Karel van het Reven ligt in zijn grote scherpzinnigheid, zijn trefzekere pen en een volstrekt onorthodoxe benadering van alle mogelijke facetten van politiek, kunst en cultuur. Elma Draaier gebruikte voor Karel een term van Schopenhauer, waar Karel een groot fan van was, der zelfdenker. Karel was inderdaad een zelfdenker en geen volgeling van toevallig passerende ideologische of filosofische modes zoals intellectuele vedergewichten als Harry Mulisch. Karels leven laat zich gemakkelijk in een paar jaartallen samenvatten. Hij is geboren in 1921, ging naar het Vossius Gymnasium en begon in 1939 aan de UvA. Hij haalde in 1951 zijn doctoraal in de slavistiek en promoveerde in 1954. Daarop volgde een jaar in New York en in 1957 werd hij hoogleraar in Leiden. In 1967-68, daar kom ik straks nog op terug, was hij werkzaam als correspondent van het Parool in Moskou. In 1983 ging hij met de FUT en om het compleet te maken, hij trouwde in 1945 met zijn jeugdliefde Tini Israël en ze bleven tot zijn dood in 1999 bij elkaar. Als scholier en student schreef Karel al veel, maar vanaf 1945 publiceerde hij geregeld over Russische zaken, maar pas vanaf 1960 ook over andere dingen, eigenlijk over alle andere dingen. En in zekere zin, als je naar de jaartallen kijkt, was hij een laatbloeier, maar wel een heel productieve. Zijn verzameld werk telt ruim 6600 pagina's. Het werk verscheen in allerlei media, om een chronologische volgorde, De Vrije Katheder, Het Vrije Volk, Tirade, Hollands Maandblad, Volkskrant, Parool en NRC. En hij publiceerde ontelbaar veel bundels, zoals Lenin heeft echt bestaan, het klassieke werk Uren met Henk Broekhuis en zijn gesproken columns Luisteraars. Hij publiceerde 2 romans die wel voor de biograaf heel interessant zijn, maar niet zijn beste werk zijn. En een aantal monografieën zoals het onvolprezen en nog steeds leesbare Geloof der Kameraden en een dikke geschiedenis van de Russische literatuur. Hij was ook public intellectual, vaak op radio en televisie. Met zijn humor en typerende stemgeluid
stal hij de harten van luisteraars en kijkers. Maar het mooiste van alles is dat hij fantastisch Nederlands schreef. Wie wil leren schrijven, moet Karel lezen. Al met al misschien weinig schokkende biografische feitjes. Maar er zijn een aantal gebeurtenissen en fases in Karel zijn leven die grote invloed hebben gehad op zijn weerdergang als schrijver en public intellectual. En over een paar van die fases wil ik kort iets zeggen. Namelijk zijn communistische jeugd, zijn ervaringen in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, en vanaf 1945 een dubbele bevrijding. De bevrijding van de nazi's in mei 1945 en vervolgens de geleidelijke bevrijding van het geloof der kameraden. En tot slot een paar korte opmerkingen over het thema van vanavond: politiek geweld, vrijheid van meningsuiting en politiek debat. Zijn jeugd. Zijn jeugd was in een gelovig communistisch gezin. De communistische beweging bracht het gezin kameraadschap en solidariteit, maar ook veel onderling argwaan en wantrouwen. Hij groeide op in het toen nog, zoals hij zelf zegt, halflandelijke betondorp. En tegen het eind van de middelbare school verhuisde het gezin naar de Jozef Israëlkade, de 116-1 hoog, in de Nederlandse literatuur beter bekend als de Schilderskade. Karel was de oudste zoon van Gerard van der Dreven, senior, ook wel bekend als Fanter, een communistische journalist die al schrijvend zijn gezin in leven probeerde te houden. En moeder was Net Doornbos, de immer mopperende, maar liefhebbende moeder. En u kent deze ouders natuurlijk al heel goed uit de avonden. In werkelijkheid waren ze trouwens een stuk normaler en een stuk aardiger dan Gerard ze doet uitkomen. En Karel komt zelf natuurlijk ook in de avonden voor. Hij is Joop, de vroeg kalende broer van de hoofdpersoon Frits. En broer Gerard schreef later over hun communistische jeugd: mijn ouderlijke woning was een gevechtspost in de strijd van het internationale proletariaat. Het percentage onder de partijgenoten van bultenaren, horrelvoeten, astma- en teringleiders, bezetenen en querulanten was buitengewoon hoog. Er bestaat een kennelijk verband tussen het communisme enerzijds en lichamelijke zowel als geestelijke invaliditeit en lelijkheid anderzijds. Anders dan bijvoorbeeld Gerard beweerde, was het ouderlijk huis, ondanks hun communistische achtergrond, geen culturele woestijn. Vader declameerde Gorter uit zijn hoofd, Karel deed het hem na en Heine stond in het boekenkastje. En er was dus wel een open cultureel klimaat. En toen Karel naar het Vossius Gymnasium ging, ging er eigenlijk een nieuwe wereld, of werd de wereld nog een stuk groter. Want op het Vossius Gymnasium merkte hij dat hij met zijn intellectuele gaven eigenlijk de andere de baas kon te zijn. Standsverschillen, arm en rijk, bestonden daar veel minder. Het enige wat echt telde was het aantal boeken dat je had gelezen. En natuurlijk, zoals hij later zelf nog op terugkwam, dat je wist wie Menno ter Braak was. Leraren als Presser waren een bron van inspiratie voor intellectuelen in de dop, zoals Karel en zijn beste vriend David Koker. Op zijn 14e vertaalde hij zijn eerste boek, een Russische roman. Hij kon nog geen Russisch, maar hij deed het uit Duits. Na zijn eindexamen ging hij aan de UvA studeren, sociale geografie, een catastrofale vergissing, en hij switchte al gauw naar het Russisch. Dan de oorlog. De Duitse bezetting was voor het communistische gezin zwaar. De partij had Fanter eruit gegooid in 1940 en de familie stond er helemaal alleen voor. Vader moest onderduiken en in de nasleep daarvan werden in oktober 1941 Karel en Gerard samen gearresteerd en een dag of drie vastgezet. Eerst in de Pieter Aartstraat en later bij de Gestapo, de Hollandse Gestapo in de Doelenstraat. Voor Gerard een traumatische ervaring waar hij nog vaak op terug zou komen in allerlei context. Maar misschien ook wel voor Karel, want anders dan
een aantal van zijn vrienden en zijn latere echtgenoten ging hij het grootschalige en het gewapende verzet toch wel uit de weg. Hij was er wel heel eerlijk over. Hij zei, ja, ik deed dat niet, mijn vrienden wel, maar ik zag er enorm tegenop om doodgeschoten te worden. Wel verleende hij, en hij zat er wel dichtbij, hand- en spandiensten aan zijn beste, nou ja, één na beste vriend, Bob van Amerongen, een leidende figuur in de legendarische verzetsgroep PNP. Vriend David werd in 1943 weggevoerd en kwam als Philips Jood in Vught en later in Duitse werkkampen. In februari 1945 stierf David tijdens een transport, een berucht transport, vanuit Polen naar Dachau. En Karel zou zich zijn hele leven schuldig voelen omdat hij niet krachtiger, niet harder had aangedrongen bij David om te gaan onderduiken. En ik citeer, hij was mijn beste vriend. Een paar keer per jaar droom ik van hem. Hij is in Amsterdam. Maar hij komt niet naar me toe en ik begrijp dat niet. Hij wil dat niet, maar ik weet niet waarom. Dan de bevrijding, de dubbele bevrijding. Na de bevrijding ging Karel door met studeren van het Russisch. Hij had het in de oorlog, net als heel veel anderen, een beetje stiekem gedaan. En kreeg een baantje op het Nieuwe Rusland Instituut. En daar hield hij zich professioneel bezig met Rusland, maar ook dus met de ideologie, het marxisme-leninisme. En tegen zijn intellectuele argwaan was deze heilsleer al snel niet meer bestand. In 1948 mocht hij met Max Euwe, de grote Nederlandse schaakmeester, naar het WK schaken in Moskou. En Karel's geloof in het communisme wankelde al een beetje, hoewel hij in april nog in 1948 nog op de CPN had gestemd. Maar de reis naar het armoedige Moskou gaf hem een flinke zet in de richting van geloofsafval. Maar anders dan Gerard keek hij niet in wrok achterom. Maar wel, en dat vind ik heel typerend voor Karel, zijn volstrekte openheid en integriteit, voelde hij zich schuldig over zijn rode jaren. En hij zegt daarover, er blijft natuurlijk een zekere schuld die je nooit meer kwijtraakt. Iedereen, hoe naïef en vriendelijk ook, die communist of sympathisant geweest is, draagt een stukje verantwoordelijkheid voor de gruwelen van 1917 tot 1953 in Rusland, om van de communistische gruwelen in andere landen maar te zwijgen. En dan Karel's wereldbeeld. Wat is nou, hè, een publieke intellectueel, maar wat is nou zijn wereldbeeld eigenlijk? En ik denk dat zijn persoonlijke ervaringen met het communisme, met het nazisme, met de vervolging van zijn schoolkameraden en van David Koker en die bevrijding van die heilsleer van dat communisme, dat vormende ervaringen zijn. En in plaats van dat geloof in het communisme kwam een radicale vorm van kritisch denken, zelfdenken en niemands knecht zijn. En wat stond daar centraal in? Altijd, en dat is de rode draad in al zijn stukken, het toetsen van meningen aan de feiten en de logica van het gezonde verstand. En zoals iemand ooit opmerkte, het gezonde verstand, dat was Karel zelf. Maar er was meer dan alleen dit rationalisme. En dat denk ik dat dat ook uit zijn levenservaring kwam. Want die ideologische confrontaties met dat nazisme en communisme en het leed van zijn vrienden hadden hem ook een moreel kompas gegeven. Mensenrechten, de vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting, dat waren de richtinggevende zaken in zijn wereldbeeld. Ik geef één heel kort voorbeeld. Ik kan er tientallen geven, maar dat moet maar in het boek. Tijdens zijn jaar in Moskou als correspondent zette hij zijn ervaringen om in praktisch handelen. Zijn verzetservaring was voldoende om manuscripten van dissidenten naar het buitenland te smokkelen. En hij was handig genoeg om de acties van dissidenten in Rusland, die toen helemaal nog niet heel beroemd waren, om daar wereldnieuws van te maken en de voorpagina van de New York Times mee te halen. En je hoeft natuurlijk ook niet heel erg groot psycholoog te zijn
of eigenlijk helemaal geen psycholoog te zijn, om toch te begrijpen dat zijn compassie met de dissidenten mede was ingegeven door schuldgevoelens over het lot van zijn beste vriend David. Hij wilde dat gewoon niet nog een keer meemaken. Karel was een strijdbare democraat. Hij nam het op tegen obscurantisten, praatjesmakers en iedereen die een loopje nam met de spelregels van de democratie. Zijn stijl van denken en debatteren doet soms denken aan de filosoof Popper. Maar Karel was al Popperiaan lang voordat hij Popper gelezen had. En ik denk dat het nog sterker is, want zonder dat hij het zelf wist, was Popper eigenlijk altijd al een Reviaan. En deze strijdbare levenshouding betekende dat Karel geregeld in heftige debatten en polemieken terechtkwam. En dan leefde hij helemaal op. Hij joeg met groot genoegen modieus links op de kast, maakte korte metten met allerlei religies die zich zo graag beledigd voelen. En hij liet literatuurwetenschappers, Freudianen en sociologen alle hoeken van de kamer zien. En met zijn polemische gaven wist hij zelfs twijfel te zaaien over de juistheid van de evolutietheorie. Ik wil afsluiten met een paar woorden over het thema van vanavond. De aanleiding is een stuk van Karel van 2 juni 1978 over het Molukse terrorisme. Hij keert zich in dit stuk tegen mensen die altijd maar begrip hebben voor politiek geweld, omdat ze de idealen van de terrorist zo mooi en sympathiek vinden. Karel moest daar niets van hebben. Geweld is geen legitieme reactie op onderdrukking, maar is het onvermijdelijke gevolg van de abjecte ideologie die de terrorist drijft. En naar aanleiding van dit artikel kreeg hij een brief van een lezer die hij uiterst serieus beantwoordde. Dat deed hij bij iedereen, ongeacht de persoon. Iedereen kreeg antwoord. En hij laat zich hierin volgens mij zien waar het in de democratie over gaat. Uit uw brief, schrijft hij, krijg ik een beetje de indruk dat u mij de opvatting toeschrijft dat het nodig en of nuttig zou zijn de verkondiging en verspreiding van het terrorisme bevorderende opvattingen te verbieden en te bestraffen. Dat is niet mijn opvatting. Ik ben daar een tegenstander van. Ik geloof dat je denkbeelden slechts met denkbeelden kunt bestrijden. Ik denk dan ook dat Karel zou gruwen van de moderne cancel culture die zich voedt uit een permanente staat van morele verontwaardiging van populisten van allerlei pluimage. Je tegenstander aan het woord laten is inderdaad een teken van beschaving en onmisbaar voor het voortbestaan van de democratie. En dan wil ik afsluiten. Veel van wat Karel geschreven heeft zou zo weer in de krant kunnen. Hoewel ik betwijfel of het wel geplaatst zou worden. Veel media gedragen zich tegenwoordig als de bewakers van de grenzen van politieke correctheid, in plaats van de brengers van slecht nieuws. Want dat is eigenlijk hun echte functie. Maar ook hierin was Karel ons alweer te vlug af, want hij klaagde al in 1989 over de modieuze goedgelovigheid van de Nederlandse media. Sommige dingen veranderen helaas nooit, maar gelukkig is daardoor het werk van Karel nog steeds actueel en uiterst lezenswaardig. Heel veel dank, Willem Melging. Misschien komen we aan het einde van de avond nog even bij je terug. Ja, dan is het nu tijd voor het volgende essay, Zini Özdil. Jij hebt een nieuw essay geschreven voor vanavond. Je gaat achter het katheder staan. Neem graag plaats en dan ga ik je wat langer introduceren. Zini Özdil is historicus en was van 2017 tot 2019 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. In onder andere Vrij Nederland en NRC heeft hij veel geschreven over de politieke verhoudingen in Nederland, de staat van de democratie en vrijheid van meningsuiting. En in 2015 kwam zijn boek Nederland, mijn vaderland uit. Dank u wel. Goedenavond allemaal. Akte 1. Geitenhoede. Citaat. Revoluties hebben iets aantrekkelijks. Iedereen heeft bezwaren tegen de bestaande orde. Er zijn heel wat misstanden waar een einde aan moet worden gemaakt. Allerlei dingen moeten nodig worden afgeschaft.
Andere dingen moeten nodig worden ingevoerd. Het lijstje van die dingen is aan verandering, aan mode onderhevig. Het particuliere bezit van productiemiddelen. Het jus primae noctis. De vrijmetselarij. De papen, de joden, de communisten. De vervuiling van water en lucht. Het uitsterven van bossen. De jacht op zeehondjes. De multinationals. Het drugsprobleem. Het alcoholisme. De verloedering der grote steden. De strafbaarheid van abortus. Het legaliseren van abortus. Het opkomend racisme. AIDS. Het trekken van pensioenen door de weduwe Ros van Tonningen. De bijstandsmoeders. Terrorisme, kinderporno, dateman, apartheid, de derde wereld, de werkloosheid. Einde citaat. Zo opent Karel van het Reven zijn essay Het aantrekkelijke van revoluties. Profetische woorden? Ik denk het wel, profetisch. Tel maar na. Vandaag de dag buitelen we over de viruswaanzinnigen, de klimaatactivisten, de boze boeren, de schedelmeters van Erkenbrand, de inclusieve schedelmeters van Woke, de Zwarte Piet in elkaar trappende, laptops formaterende rappers, annex vastgoedmagnaten enzovoorts heen. Al die groepen hebben gevoelens van onbehagen over deze of gene misstand. En hebben ze, en nu citeer ik van het Reven weer, de overtuiging dat er een soort overkoepelend kwaad is dat al die misstanden in leven houdt. Daarom, zeggen ze elk, moeten we eerst dat grote obstakel, met hoofdletters schrijf Reven dit op, Karel van het Reven, moeten eerst dat grote obstakel, de grote instandhouder van misstanden, uit de weg ruimen. Pas dan bereiken we een wereld zonder beroerde dingen. Het aantrekkelijke van revoluties van Karel van het Reven is inderdaad profetisch. Tegelijkertijd denk ik dat profetisch misschien de lading niet helemaal dekt. Want als je dat essay anno 2021 leest, lonkt een zekere gelatenheid, misschien zelfs cynisme, zo van, Willem verwees er net al naar, eigenlijk is helemaal niks veranderd. Denk je dan? Dat cynisme lonkt naar je als je van het Reven leest. Net zoals de sirenes van Odysseus lonkten. Naar Odysseus, niet van, naar. Tegelijkertijd, over één ding vind ik, was van het Reven niet profetisch. Hij schreef dat de misstanden aan mode overhevig zijn. Dat klopt. Behalve één van de misstanden die hij in dat rijtje noemt. De Joden. Als er één niet aan mode onderhevige constant in de geschiedenis is, is het wel de grote misstand van de Joden waar een oplossing moet worden bedacht. Wanneer Baudet, Lange Frans, Willem Engel en consorten het over globalistische elites hebben of over pedo's in de regering, luidt de antisemitische hondenfluit zo hard dat zelfs mensen het kunnen horen. Overigens is Akwasi ook bang voor pedo's in de regering, zei hij zelf. Maar dat terzijde. Of neem het ontzettend antisemitische moslimbroederschap. Het letterlijk door Hitler geïnspireerd opgerichte moslimbroederschap dat nu onlangs met stip gepromoveerd is tot erfgenaam van de pacifistisch-socialistische partij en zo een mooie plek in de Nederlandse Tweede Kamer de Staten-Generaal gaat bemachtigen. Hartstikke inclusief. Afijn. Behalve over de Joden maakte Van het Reven een uitermate scherpe observatie over de modegrilligheid inderdaad van de toren der revolutionairen. Dat komt zo terug. Lieve mensen, dat ik hier het publieke intellectuele essay heb mogen schrijven en hier nu mag staan om het voor te lezen was niet vanzelfsprekend. Want ik kom uit een kansloze achtergrond. Mijn opa was een arme Anatolische geitenhoeder. Hij maakte vanaf de jaren 60 wel carrière als gastarbeider in Nederlandse fabrieken. En zijn zoon, mijn vader, die was de eerste uit de familie die ging studeren in de jaren 70 in Turkije. Literatuur nog wel. Waarom in hemelsnaam, vroeg ik aan mijn vader, waarom in hemelsnaam ging je literatuur studeren? Want even voor uw beeld, in die tijd, in de jaren 70, was er in Turkije bijna net zo weinig overheidssteun voor kunst, cultuur en literatuur als in het huidige Rutteaanse Nederland. Mijn vader antwoordde, Zini, ik ging literatuur studeren omdat ik intellectueel wilde worden.
Dat mislukt uiteindelijk, omdat zijn achterneef, een linkse activist, werd doodgeschoten in Turkije op de universiteit. Mijn opa, die simpele geithoeder die hier in Nederland was als gastarbeider, die zei toen tegen mijn vader, hou eens op met dat studeren, dat rare gedoe. Kom naar Nederland, kom in de fabriek werken, anders ben je straks ook dood. En zo geschiedde. En zo belandde ik ook in Nederland. Mijn geluk was dat mijn vader de kansen die Nederland toen bood, toen we zeg maar een verzorgingsstaat hadden, meteen zag. Hij ging zelf na verloop van tijd studeren aan de Nutsacademie. En thuis vermeed hij alle politieke gesprekken. Omdat hij vanuit het trauma van zijn achterneef ons wilde behoeden voor politiek geweld. Niettemin kreeg ik van kleins af aan literatuur mee van mijn vader, de mislukte schrijver. Hij had het de hele tijd over Turkse schrijvers bijvoorbeeld. Turkse schrijvers waarvan ik nu pas besef wat voor onvoorstelbaar moedige intellectuelen ze waren. Zoals de romancier Yashar Kemal. Of de antropoloog Ismail Beşikçi. Maar mijn vader had het ook over Nederlandse schrijvers. Zoals Kees van Kooten. Jan Wolkers. En vooral Karel van het Reven. Karel van het Reven begrijpt Nederland, Zini, zei mijn vader de hele tijd. Als je hem leest, zul je Nederland ook begrijpen. Ik had echt geen idee waar hij het over had. Ik was pas 6 jaar, weet je wel. Weet jullie waar de term intellectueel vandaan komt? Het woord intellectueel bestond vroeger niet. Die is voor het eerst gemunt aan het eind van de 19e eeuw tijdens de befaamde Dreyfus-affaire. Wat was die affaire ook alweer? Er waren Franse militaire geheimen gelekt aan de Duitsers. En de Joods-Franse officier Alfred Dreyfus kreeg daar de schuld van. Hij werd veroordeeld tot levenslang. Maar al snel bleek dat niet Dreyfus, maar de witte christelijke militair Ferdinand Walsin Esterhazy de schuldige was. Maar dat bewijs verdween meteen in een doofpot. Vervolgens werd er nepbewijs geproduceerd om Dreyfus alsnog als schuldig aan te kunnen wijzen. Op die manier probeerde de afdeling toeslagen van de Belastingdienst, de eer van het onfeilbare Franse leger te redden. Het was uiteindelijk de journalist Émile Zola die dit publiekelijk maakte in zijn beroemde brief J'accuse. Als beloning voor zijn beroemde brief om het op te nemen voor Dreyfus werd Zola vervolgd door de Franse overheid. Kreeg hij een gevangenisstraf en moest hij vluchten naar Engeland. En daar bleef het niet bij. Collega-journalisten, collega-schrijvers zoals Maurice Barrès en Ferdinand Brunetière maakten Zola belachelijk omdat hij het opnam voor Dreyfus. En dat deden ze met een nieuw woord, met een nieuw denigrerend woord. Dat woord was intellectueel, wat in die tijd zoveel betekende als querulant of politieke dilettant. Zo van, jongen, uit verveling ga je irritant doen en schennis lopen schoppen, hoe durf je? Dat is trouwens precies wat de journalisten Pieter Klein van RTL, Jan Kleinejan van Trouw en parlementariërs Pieter Omtzigt en Renske Leijten te horen kregen toen ze een paar jaar geleden probeerden het racistische toeslagenschandaal aan te kaarten. Zijn we inmiddels vergeten, maar ze werden echt voor gek verklaard. Ze werden beticht van querulantie. Niet alleen door ministers, maar ook door collega-kamerleden. En ook door heel veel collega-journalisten. Die vonden hen allemaal maar ijdele zeikers die irritant deden om niks. Ze hebben trouwens ook nog onlangs nog een mooie trap gecorrespondeerd gekregen, maar dat tezijde. Maar net als Zola hadden zij in werkelijkheid de moed om hun morele verantwoordelijkheid te nemen. Tegen de macht in te gaan en het op te nemen voor de machtelozen. En in tegenstelling tot Zola kregen kleine Jan om zich en Leijten niet het verwijt dat ze intellectueel bezig zouden zijn. Dat verwijt kregen ze niet. Want de term intellectueel is sinds de tijd van Zola door een soort van semantische ontwikkeling gegaan. Tegenwoordig hoort een intellectueel juist bij de culturele elite. In plaats van dat hij door die elite belachelijk wordt gemaakt of wordt vervolgd.
Vooral in Nederland valt het op dat intellectualisme een soort van algemeen vereerde sociale status is geworden. Intellectuelen in Nederland worden bijzonder gevierd door de macht. We hebben zelfs denkers des vaderlands. Terwijl een echte denker wordt vervolgd door het vaderland, zou ik zeggen. En terwijl ze volgens de originele Dreyfusiaanse betekenis van de term op zijn minst door die macht gevreesd zouden moeten worden. Maar dat gebeurt bijna niet. In het huidige Nederland mag een intellectueel bijvoorbeeld een essay schrijven over publieke intellectuelen en voordragen in het intellectuele hart van Nederland. In het huidige Nederland schrijft een andere intellectueel een veilige rijmprent die vervolgens heel erg dankbaar door een minister wordt onthuld. Ik noem geen namen, want ik wil ook geëerd worden door ministers. Je krijgt er zelfs geldprijzen voor, heb ik begrepen. En dat is dus Nederland. Maar schrijvers zoals mijn vaders helden Ismail Deşici en Yaşar Kemal werden door de samenleving verguisd en door Turkse ministers beloond met gevangenisstraffen en martelingen. Omdat ze het opnamen voor de onderdrukte. Net als bijvoorbeeld ook Willem Oltmans, die 40 jaar lang zo actief tegengewerkt werd door de Nederlandse staat dat hij aan de bedelstaf raakte. Ondertussen werd hij ook nog eens de grond ingeschreven door zijn collega's, Nederlandse intellectuelen. Omdat hij ooit, wat was de grote misdaad, hij had ooit Sukarno geïnterviewd. En daarna ook nog lastig bleef doen. Anders gezegd, ooit waren intellectuelen juist de dissidenten. Nu zijn intellectuelen vooral een soort van, om het even subtiel te zeggen, vooral hoge priesters die de grenzen van het bespreekbare bewaken. Vooral ook wel in Nederland, hoor. Dat schrijf ik trouwens met alle respect voor de individuele intellectuelen die we hebben. Deze disclaimer doe ik er echt met heel veel bezieling bij. Want als het zo doorgaat, zit ik straks zelf ook aan de bedelstaf. Maar dat tezijde. Maar goed, hoe zat het dan met Karel van het Reven? Wat voor type intellectueel was hij? Hoe moedig was Karel? Acte 2. Paul Quitteur. In het aantrekkelijke van revoluties fileert Karel van het Reven het revolutionaire denken van Nederland. En hij doet dat met on-Nederlandse klasse en humor. Dat wil zeggen subtiel, gelaagd, met een vleugje ironie, waardoor het juist nog genadelozer en pijnlijker wordt. Zijn stijl is simpelweg subliem. Willem verwees er net ook al naar, terecht. Zo subliem dat Karel van het Reven ons vakkundig weet te overtuigen dat zelfs het gepronk met de rede tijdens de Franse Revolutie, als je er goed naar keek, een soort van messianistische cultus was. Het was helemaal niet rede. Ook is Karel in het aantrekkelijke van revoluties erg on-Nederlands in hoe hij genadeloos in zijn eigen vlees snijdt. Daarmee bedoel ik dus, vrij naar de grote schrijver Anje van Velen, in het vlees van het lamlendige intellectuele klimaat van Nederland. Het land van de mosterd na de maaltijd. Het land van het verzet na de oorlog. Of als we het ietsjes actueler maken van het land door de macht omarmde antiracisme. Zolang dat antiracisme maar zo wordt ingevuld dat het alleen de arme witte man onderdrukt. Maar diezelfde macht voor de rest spaart. Die lamlendigheid, of als je het minder neutraal wil formuleren, lafheid. Lafheid van het Nederlands intellectuele klimaat beschrijft Karel met zoveel van fijnzinnigheid dat het ronduit iconoclasme zou zijn als ik het zou proberen te parafraseren. Daarom weer een citaat. Vaak stelt men een revolutie voor als een strijd, een zware en soms bloedige worsteling tussen het oude en de nieuwe. Er zijn schooldirecteuren geweest die zich hebben verzet tegen het dragen van lang haar door jongens en het dragen van broeken door meisjes. Er zijn steden en landstreken geweest die niet mee hebben willen doen aan de Franse Revolutie. Amsterdam wachtte tot het laatste moment met partijkiezen tegen Philips II. Einde citaat. Het gaat over Nederland. Of iets verderop verwijst Karel, zoals hij hem zelf definieert, naar de Russische dissident Vladimir Bukovsky. Bukovsky had opgemerkt dat een revolutie vaak achteraf wordt toegeschreven aan ondergronds verzet dat al heel lang aan de gang zou zijn geweest. Bukowski leerde al dus op school dat in communistisch Rusland, dat de communistische revolutie van 1917 eigenlijk in werkelijkheid het resultaat was van een lange ondergrondse strijd die al vanaf 1820 werd gevoerd tegen het tsarenbewind. Karel verwijst daarnaar en vervolgens
schrijft hij droogjes op, tussen haakjes ook nog notabene. Zo wordt ten onrechte de bevrijding van Nederland in 1945 ook wel in verband gebracht met het ondergrondse verzet. Allemaal zeer touché van Karel. Want lieve mensen, weten jullie nog, toen wij allemaal een paar jaar geleden Charlie waren in Nederland. Vooral rechts Nederland was Charlie. Nadat de echte Charlie Hebdo was afgeslacht door islamitische terroristen van Al-Qaeda. Maar niet daarvoor, toen Charlie Hebdo wit extreemrechts net zo belachelijk maakte als islamitisch extreemrechts. Trouwens, de oprichter en huidige leider van Al-Qaeda, de weledelgeleerde heer Ayman el-Zawahiri, is ook een eminente moslimbroeder. Misschien kan hij een keer lijstduwer worden van GroenLinks. Maar dat terzijde. Al die rechtse Charlies die in Nederland heel erg Charlie waren toen, gingen vervolgens moeiteloos over tot meldpunten voor linkse indoctrinatie. Lekker linkse docenten intimideren, verdacht maken en verlinken omdat je zo voor de vrijheid van meningsuiting bent. Omdat je met zoveel passie voor de Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie stemt. Dat is Nederland. Trouwens, het meldpunt voor rechtsindoctrinatie bestaat al veel langer. Zij het nog laffer en indirecter. Nee, een rechtse collega gooi je pas echt helemaal aan het eind voor de bus. Als je denkt dat het 100% veilig is. Links Nederland is zo bezien, oh ironie, heel erg goed geworden in het postmoderne equivalent van moffenmeiden kaalscheren. Vraag maar aan Paul Kiteur. Karel zag het. Ja, inderdaad, Karel zag het heel goed. Goed, en toch kwam ik er al lezend, al die stukken van Karel van het Reven, kwam ik er niet helemaal uit. Is Karel van het Reven nou een intellectueel, moedig intellectueel in de Dreyfusiaanse zin, of niet? Oké, ja, hij was moedig genoeg om in zijn eigen vlees te snijden. De weerstand die je dan in Nederland krijgt is met geen pen te beschrijven, hoe gelijk je op hebt. Vraag maar aan Paul Scheffer, die hier zit. Maar ondanks die moed kon ik dus al lezend toch de vraag of Karel een moedig intellectueel was, niet met een volmondig ja beantwoorden. In de laatste akte ga ik proberen om dat te onderbouwen. Akte 3, midlife crisis. Oké, wat is de waarde van het werk van Karel van het Reven voor vandaag? Nou, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. En meteen vooropstellen dat ik blij ben dat ik zelf nooit een revolutionair ben geweest. Vanuit een strikt Karel van het Reviaanse bril dan, bedoel ik dan. Ik heb nooit geloofd in één overkoepelend kwaad of groot obstakel dat verwijderd moest worden om een wereld zonder broeder dingen te bereiken. En trouwens, dat is geen sinds mijn verdienste, maar het gevolg van een open, liberale houding aangemeten krijgen, dat ging via het Erasmiaans gymnasium in Rotterdam, waar ik opgroeide. Ondanks het elitaire imago, een categoriaal gymnasium die werkelijk inclusief was, waar ik me echt thuis voelde. Mijn eerste echte thuisgevoel in Nederland was op het Erasmiaans gymnasium. En niet in de arme arbeiderswijk opgroeide en al helemaal niet in de Turkse gemeenschap in Nederland. Zo'n open gymnasiaanse houding zorgt dat je continu probeert normen te bevragen. Ook die van jezelf. Humanisme heet dat ook wel, denk ik, met een chic woord. De wereld is niet zwart-wit. Mensen zijn niet zonder meer goed of zonder meer kwaad. En vrijheid van meningsuiting heeft pas echt betekenis als je die ook laat gelden voor meningen die jij zelf walgelijk vindt. Zoals Karel van het Reven het zo mooi zei. Ik geloof niet dat je meningen kunt bestrijden door de uiting ervan te verbieden. Ik ben het daarmee eens. Dat je fel van iemand, met iemand van mening kan verschillen om daarna een biertje te drinken of zelfs knuffelend mee op de foto te gaan, is ook mijn norm. Tegelijkertijd moet ik bekennen dat de felheid waarmee ik mijn norm in de praktijk bracht, de strijd voor de vrijheid van meningsuiting, minder aan het worden is. Oké, misschien niet minder, maar laten we zeggen, ik ben waakzamer geworden. Het kan ook leeftijd zijn, geef ik meteen toe. Ik ben 39 geworden. Voor het eerst in mijn leven bekruipen mijn gevoelens die ik vroeger helemaal niet had, zoals twijfel, bescheidenheid, zelfs voorzichtigheid. Dat komt door die midlife crisis, zus ik mezelf toe. Maar mensen met wie ik praat, die er verstand van hebben, proberen me aan te smeren dat de enorme weerstand die ik de afgelopen 10 jaar steeds kreeg als ik iets in het publieke debat wilde aankaarten, elke keer iets kapot zou hebben gemaakt van binnen.
En dat dat bij elkaar opgeteld zich nu begint te breken. Maar goed, hoe dan ook, wat het ook is, vanuit mijn eigen opvoeding en al helemaal vanuit mijn huidige geestesgesteldheid, zegt mijn hoofd, Karel van het Revenswerk is nu relevanter dan ooit. Want we kick-out Zwarte Pieten, boze boeren, social justice warrioren, JFVD en erkenbranden, ongehoorden, zwart omroepen, viruswaanzinnigen over elkaar heen. Misschien nog meer dan in Karelstijd. Want is het niet zo dat de revolutionairen van 2021 meer dan ooit bezig zijn met particuliere belangen? De beroeps-Zwarte Piet-critici gaan met militaire uniformen en gebalde vuisten naar de intocht van Sinterklaas in Schubbekutveen, om vervolgens te klagen dat de boze boeren wel mogen demonstreren. De boze boeren op hun beurt agro-terroriseren de samenleving al bijna 2 jaar lang, terwijl ze al maar klagen dat de antipieten wel mogen demonstreren. Particuliere belangen. Zeg wat je wil over de Provo-beweging uit de jaren 60, maar zij streden voor de vrijheid van meningsuiting van iedereen. Of de tweede golf feministen, die zeiden dat hun vrijheid niet losgezien kon worden van de vrijheid van arbeiders. Oké, in alle eerlijkheid neem ik nu wel 2 makkelijke voorbeelden. Ook vroeger waren er verbeten splinterbewegingen die vonden dat zij de ware revolutie in acht namen en de ander niet. Karel van het Reven eindigt zijn essay Het aantrekkelijke van revoluties met de volgende vraag. Hoeveel mensen zijn er niet die verder desnoods pacifist en vegetariër zijn, maar die toch de guillotine van de Franse revolutie niet geheel en al afwijzen? Toen ik dat las, dacht ik, wauw, alsof Karel van het Reven toen in zijn glazen bol naar de toekomst keek en de ontzettend met de wereld begane Volkert van der Graaf zag. Karel van het Reven waarschuwt ons aldus niet onterecht voor de ultieme consequentie van revolutionair denken. Wat is de ultieme consequentie van revolutionair denken, van ideologisch puritanisme, is zuiverheid. En om dat te bereiken moet je alles elimineren wat daar niet bij hoort. Daarom denk ik dat de VVD in zekere zin helemaal gelijk heeft met de bondige, doch effectieve slogan, doe normaal. En ook Van het Reven zei dat eigenlijk. Hij had gelijk met zijn vrolijke, doch doortastende cynisme over revoluties. Maar toch, tot slot. Als ik in mijn hart kijk en heel eerlijk ben, moet ik toch niettemin concluderen dat Karel van het Reven zijn klep moet houden. Ja, oké, hij was moedig. Maar hoe moeilijk was het om moedig te zijn in een tijdperk waarin een vast contract de norm was, ook voor intellectuelen? Je hebt geen onzekerheid. Oké, alsnog was bijna niemand moedig in Nederland. En natuurlijk bewijst de casus Oltmans dat er potentieel wel consequenties op de loer lagen. Desondanks kan ik niet helpen me steeds af te vragen of Karel van het Reven mensen zoals Ismail Besiktje, die helden van mijn vader, ook had geridiculiseerd. Of zelfs Dreyfus. Vergeet moed, intellectuele moed even. Laten we Karel van het Reven's werk eens even helemaal uitgezoomd evalueren. Hoe makkelijk is het om het meest menselijke wat er is, de hunkering naar een wijgevoel, naar een thuis, naar bezieling, naar een ideologische stip op de horizon, zo makkelijk weg te wuiven. Dat is wat Karel van het Reven deed. Mensen, ja, zelfs Nederlanders, zijn meer dan alleen nuchtere organismen. Op geen enkele manier laat Karel van het Reven het achterste van zijn tong zien. Hij fileert alles en iedereen, maar de moed om zijn eigen kaart op tafel te leggen en te laten zien wat hij nou wil, ontbreekt. Hij neemt niet eens de moeite om de valsheid van de morele equivalentie tussen reactionaire, regressieve ideologieën en het humanisme aan te kaarten. Het is allemaal van hetzelfde laken een pak. Je moet ze allemaal ridiculiseren, is wat Karel van het Reven zijn lezers eigenlijk meegeeft. Daarom, lieve mensen, vindt de Karel van het Reven uiteindelijk helemaal geen intellectueel. Althans niet in Dreyfusiaanse zin. Sterker nog, het zou niet veel moeite kosten, denk ik, om de stelling te verdedigen dat Karel van het Reven helemaal niet in de traditie van Emile Zola past. Maar juist in die van zijn tegenstanders, die de term intellectueel dus bedachten om stennisschoppers belachelijk te maken, zoals Zola. Karel van het Reviaans cynisme, oké, hoe scherp geobserveerd ook, hoe prachtig geschreven ook, hoe vrolijk ook, hoe zeer aan te raden om te lezen ook, is denk ik uiteindelijk
onaantrekkelijk. Omdat het ons in het huidige tijdsgewricht onvermijdelijk terugduwt in de schaapachtige apathie. Ironisch genoeg de perfecte basis voor messianistische charlatans die revoluties bepleit. Wij moeten denk ik in 2021 juist in het geweer komen tegen die bijvoorbeeld de ideologische slaloms van links-Nederland over islamofascisme. Tegen hipster-nazi's die, oh alweer de ironie, met lavendel-nationalisme in Nederland willen vernietigen. Of tegen zogenaamde antiracisten die een verdienmodel hebben weten te maken van het uitschelden van witte mensen. Daar allemaal tegen in het geweer komen kan niet, denk ik, zonder daar tegenover een andere, betere, aantrekkelijke, permanente revolutie neer te zetten. Ik schrijf expres, of zeg expres, permanente revolutie als tegenpool van de revolutie waar Karel van het Reven het over had, met een eindstation van een wereld zonder beroerde dingen. Reven waarschuwde daar terecht voor. Een permanente revolutie heeft geen ultiem eindstation. Het gaat niet om zuiverheid. Want regressie, fundamentalisme, zijn geen overkoepelende, maar permanente kwaden die altijd zullen blijven opduiken. En daarom is de permanente strijd daartegen zonder kader van het Reviaanse cynisme het enige wat de universele menselijke vooruitgang van zuurstof voorziet. Dank jullie wel. Ja, Zini Özdil, dank je wel voor dit polemische essay in de stijl van Karel van het Reven, kan ik toch wel zeggen. Al iets anders, maar polemisch heb je zeker het een en ander aangestift. Dankjewel. Ik wil je, voordat we naar de twee sprekers gaan die we hebben uitgenodigd om te reageren, kort een paar dingen vragen. Allereerst, eigenlijk zeg je dus, intellectuelen in Nederland zitten in de zak van de macht. Dat heb ik niet zo gezegd, maar het is wel waar. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we. Fijn dat we dat dan toch. niet allemaal, niet iedereen. Ik wil ook niet. Maar. En het is. Ik vind het lastig om hier. Iets generaliserends over te zeggen? Ja, het klopt wel. Alleen. Ik wil niet zuur of verbeterd overkomen. Niet alsof ik het beter weet. Maar ik merk het wel. Hoe ouder ik word, hoe meer ik het merk. En het ligt niet aan de individuele mensen. Kijk bijvoorbeeld naar wat er deze week is gebeurd met Abdelkader Benali. Mm-hmm. Sorry, als jij als intellectueel, schrijver, niet in staat bent om foute grappen te maken op een borrel, verdien je die naam niet eens. En wat gebeurt er? Die vent, 14 jaar later, wordt dat een mooie grap, een leuke grap, op een borrel wordt gebruikt om nu hem zijn brood af te pakken. Dat is wat Nederland doet. Maar wat vind je daar dan dat de verantwoordelijkheid van intellectuelen zou moeten zijn? Ja, als ik zou zeggen zou moeten zijn, dan ben ik weer zo'n prekerige. Nou ja, je zit in de balie, dus preken mag wel nu. Nou, kijk, we hebben hier Paul Scheffer tegenover ons. Mm-hmm. Hij kan er meer over vertellen dan ik misschien. Nou, dat gaan we zo doen. Nee, maar wat denk ik wel belangrijk is, en dat, daarom gebruikte ik dat voorbeeld van Emile Zola en Dreyfus. Mm-hmm. Mijn definitie van intellectueel zou zijn, wat je ook in de rest van de wereld, met name de derde wereld ziet, het opnemen voor zwakkeren, het opnemen voor dissidenten, de macht bevragen. En dat niet zien als iets dat lastig is. Als een collega dat doet, hem of haar niet de grond inschrijven. Dat is mijn minimale definitie van intellectueel zijn. En ook, ja, Scheffer heeft dat ook gedaan. Mm-hmm. Had het over het multiculturele drama in het jaar 2000. Nou, je weet wat hij heeft meegemaakt. Iets anders wat ik je wil vragen. Aan het einde van je essay neem je van het Reven toch eigenlijk wel kwalijk dat hij niet een ideologische stip aan de horizon schetst. Maar ik wil daar toch over vragen dat hij hangt misschien niet zelf heel duidelijk een ideologie aan, maar is het niet ook een ideologie dat je zelf moet nadenken? Der zelfdenker, waar Willem Melging het ook over had. Dat kan toch ook een. Toch of niet? Nee, dat ben ik helemaal mee eens. En ik heb daarom in mijn essay heb ik Karel van het Reven wel moedig genoemd. Mm-hmm. In die zin dat hij dus niet bang was om. Alle, hoe zeg je dat? Iedereen die iets claimde aan te vallen. Mm-hmm. Alleen, wat ik wel mis is. Oké, okay, dus links is slecht, rechts is slecht, communisten zijn slecht, liberalen, kapitalisten zijn slecht. Iedereen lult maar wat. Maar wat wil je dan? Wat wil je dan? Ik geloof daar niet in. Dat is een soort van cynisme dat eigenlijk laf is, vind ik. Ik vind Karel van het Reven heel laf. En dat bedoel ik niet denigrerend, hè? Dat bedoel ik meer in de zin van hoe Nederland eigenlijk is. Zonder zelf te zeggen wat je vindt,
iedereen aanvallen. En dat doet hij briljant. Hè? Hij heeft echt een gouden pen waar ik jaloers op ben. Het is fantastisch om te lezen. Maar ja, wat hij nou zelf wil, weet ik niet. Dus je vindt eigenlijk dat je als intellectueel niet alleen een de macht of anderen met ideologieën moet bevragen, maar dat je ook zelf met een oplossing moet komen? Nee, niet met een oplossing. Maar met een visie. En ja, ik vraag me ook af of Karel van Dreven echt dingen met macht bevraagt. Hij had het vooral over iedereen die iets wilde. Mm-hmm. En intellectualisme is denk ik, gezien de originele definitie en de oorsprong, gaat vooral toch over wat je zelf wil. Welk onrecht kaart je aan? Als je een onrecht aankaart, ben je een intellectueel. En in die zin was Karel van het Reven dat totaal niet. Oké, nou, ik ga straks toch nog even aan Willem Melging vragen wat hij daarvan vindt. Maar we hebben twee mensen uitgenodigd om te reageren op jouw essay. Die ga ik ook wat uitgebreider introduceren. Annelien de Dijn, hoogleraar moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En zij houdt zich bezig met politieke sleutelbegrippen als vrijheid, democratie en liberalisme. En in 2020 verscheen haar boek Freedom, An Unruly History, An Intellectual History of Freedom from Herodotus to the Present. En verschijnt in april 2021 hier ook in het Nederlands. En Paul Scheffer, publicist en hoogleraar Europese studies. Hij heeft een vaste column in NRC Handelsblad. In 2016 kwam zijn werk De Vrijheid van de Grens uit. Over hoe Europa haar grenzenproblemen het beste kan aanpakken. En in 2018 verscheen De Vorm van Vrijheid. Ja, professor De Dijn, ik wil eigenlijk bij u beginnen. Een eerste reactie op wat u gehoord heeft. Wel, ik wil je in eerste instantie feliciteren. Ik vond het een heel mooi essay. Dank u wel. Wat ik er vooral heel erg aan apprecieer is dat jij in mijn ogen het debat over vrijheid van meningsuiting probeert te verbreden. Dus als we het hebben, er is al lang een debat aan de gang over vrijheid van meningsuiting, niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen. En ik vind dat debat een beetje aan stuk lopen in een discussie over waar liggen die grenzen, hè? Hoe mag je iemand beledigen? Mag je groepen beledigen? Hoe hard mogen we iemand beledigen? En wat jij eigenlijk zegt is, misschien is het tijd om dat debat eventjes terzijde te schuiven en het over iets anders te hebben. En dat is, waarvoor dient vrijheid van meningsuiting eigenlijk? En wat jij zegt is eigenlijk, kijk, die vrijheid van meningsuiting die hebben we nodig om de macht te bekritiseren. Hè? Dat is jouw verhaal over het intellectueel als luis in de pels. En wat je dan ook zegt, is dat in Nederland, dat je dat eigenlijk niet ziet gebeuren. Hè? En dat dus intellectuelen ergens een steek laten vallen. En dat spreekt mij heel erg aan, want wat ik inderdaad heel erg opvallend vind, is dat de mensen die vandaag het hardst roepen dat vrijheid van meningsuiting nodig is, dat zij wel kritiek hebben op allerlei dingen, maar niet op wat in mijn ogen tenminste de grofste misstanden zijn. En ja, dus een soort van gevecht tegen windmolens lijken te voeren en daardoor de aandacht helemaal wegleidt van waar we vrijheid van meningsuiting echt voor nodig hebben. Dat is inderdaad het bekritiseren van onze machthebbers, van degenen die het echt voor het zeggen hebben. En dat zijn in dit land niet de politiek correcte om het heel... Nederland is... dat vond ik heel opvallend toen ik naar hier verhuisde uit de Verenigde Staten, waar ik een tijdje woonde voor ik naar Nederland kwam. Nederland is eigenlijk een heel rechtsland geworden. En waarom merkt u dat dan precies, dat Nederland een heel rechtsland is geworden? Heeft u een voorbeeld? Ja, een van de dingen die ik interessant vind is dat er zo vaak wordt geroepen dat er een soort van dwang is van politieke correctheid. Maar de mensen die dat het hardst roepen zijn mensen die bijvoorbeeld columns hebben in allerlei kranten, die een belangrijke rol vervullen in het publieke debat. Dus dan vraag ik me af, als die politieke correctheid echt zo zwaar op ons weegt, waarom ben je dan de hele tijd in de media? En wie denk je nu? Ik kan je heel veel voorbeelden geven. Mijn favoriete voorbeeld is Theodor Holman, die elke weekend hetzelfde verhaaltje in het Parool mag vertellen en dat ondertussen blijkbaar al 20 jaar lang doet. En ik heb zoiets van, waar moet ik... En dat is ook een van die mensen die het hardst klaagt over het feit dat mensen met zijn visie zogenaamd monddood zouden worden gemaakt. Ja, daar is ergens iets dat niet klopt, hè? Als je monddood wordt gemaakt. Ik denk dat je gelijk hebt, dan zonder namen te willen noemen. Het gaat me niet om Theodor Holman. Maar wat jij beschrijft, ben ik het mee eens. Maar ik zie dat ook bij links, eerlijk gezegd.
Het gaat vooral over wat de ander doet. Wat is jouw eigen verhaal? Durf je eigen vlees te snijden? Wat gaat de mensen in je eigen club? Dus ik ben het helemaal met je eens. Maar mijn gevoel zegt steeds meer ook dat bijvoorbeeld, ik noem een paar voorbeelden in mijn essay. Maar ik denk niet dat het alleen maar rechts is. Ik denk dat Nederland breed lafjes is. Maar links is in Nederland een... Kijk gewoon naar het politieke spectrum. Ik bedoel, Nederlanders stemmen overwegend rechts. Hè. Ik bedoel, dat zien we ook weer heel duidelijk in de laatste peilingen. Ik heb ze niet helemaal scherp in mijn hoofd, maar ik weet wel zeker dat er een grote meerderheid is voor de rechterzijde van het politieke spectrum. Dus ja, hè, dus inderdaad, we moeten ook kritisch zijn op de... mensen die het debat niet willen aangaan in je eigen kamp. Maar op dit moment is Nederland gewoon een rechtsland. En als we willen doen wat jij zegt dat we moeten doen, de macht bekritiseren, dan wil dat dus in dit kader zeggen. Dus dat je pijlen moet richten op de mensen die er echt toe doen. En dat zijn in mijn ogen niet het islamofascisme, whatever that may be, want volgens mij bestaat dat ook helemaal niet. Jawel. Bas Reffer, reactie? Ja, we gaan het nu over heel veel dingen tegelijk hebben. Het eerste wat me in het hoofd schoot is natuurlijk Karel van het Reven. Die heb ik zelf een paar keer ontmoet. Ik kan me nog goed herinneren in 1981, waar we met een aantal mensen hadden wij een beweging gestart rond Polen. Waar net de staat van beleg was afgekondigd. Om eigenlijk dwars door die scheidslijnen van Oost en West te denken en een relatie te leggen met de dissidentenbeweging in Oost-Europa. En we hadden Karel van het Reven uitgenodigd. En ik kan me wel herinneren dat hij daar glimmend zat. Toch wel het gevoel had van dat hij, als je maar lang genoeg gelijk hebt, dan op een gegeven moment krijg je het ook. Dat hij wel het idee had van die hele studentenbeweging en alles wat er in de jaren 60 en 70 was gebeurd, dat hij eindelijk ook wel zagen, dwars door die scheidslijn heen van... begrepen dat stemmen als die van Havel of Adam Michnik of anderen, dat die betekenisvol waren en dat we ons daar eigenlijk mee moesten verbinden. Dus dat schoot me even door het hoofd. En in ieder geval had hij wel die affiniteit. En dat was wel in een tijd dat er heel veel mensen, ook aan de linkerkant, maar ook aan de rechterkant, uit naam van de ontspanningspolitiek, en het idee hadden die dissidenten in het oosten, die verstoren de stabiliteit tussen oost en west, daar ook eigenlijk niet naar wilde luisteren. De linkerzijde vond me dat ook vaak problematisch. Ik kan me nog goed herinneren, begin jaren 80 rond Polen, opkomst van onafhankelijke vakbonden, dat met name in de sociaal-democratische kring daar heel afhoudend op werd gereageerd. Dus daar wilde men eigenlijk niet te veel van weten. Dus wat dat betreft zag je wel aan Karel van het Reven toen en zijn houding. Vond ik wel mooi om te zien dat hij wel ineens het gevoel had dat hij weer in de tijd viel, nadat hij lang had het gevoel had gehad van ik vecht tegen een bepaalde houding, waarom zien mensen dit niet? Dus dat is de ene kant. De andere kant voel ik wel wat voor de gedachte. En dat is ook wel mijn frustratie met Nederland. Dat eigenlijk in Nederland ben je alleen verstaanbaar als je een ironische toon aanslaat. Ik heb in de laatste tijd een beetje verdiept in Multatuli en ik begin zo langzamerhand te... Eigenlijk in mijn hoofd vormt zich het begrip de vloek van Multatuli. Multatuli is natuurlijk geweldig, maar daar zat ook wel die voortdurende verplichting om een ironische distantie, ironische toon aan te slaan en vooral kritiek op de kritiek te leveren, maar jezelf nooit bloot te geven. Dus altijd te weten waar je tegen bent, maar nooit de kwetsbaarheid aan te gaan om eens een keer te zeggen wat je dan wel zou willen. Dus ik zie ook de meest succesvolle columnisten in Nederland, van Heldering, die ik hoog heb, tot Bas Heijnen, die ik ook hoog heb, maar die altijd wel meer commentaar leverden op de manier waarop het gesprek wordt gevoerd. Altijd een soort van boven de partijen gaan staan, een metacritiek leveren. Nou ja, op een bepaalde manier ook de distantie daarin houden, daar hou je het ook lang mee vol. Terwijl ik zelf altijd heb geprobeerd, maar dan verongeluk je ook wel her en der. Maar liever dat. Nou ja, om te onder woorden te brengen wat ik wel zou willen. Over Europa, of over hoe in een multiculturele samenleving nieuwkomers en ingezetenen met elkaar zouden kunnen verkeren, enzovoort, enzovoort. Maar als je probeert dus voorbij de kritiek te reiken en je bloot te geven, en ik vind dat uiteindelijk toch eigenlijk... Dus ik vind, laat ik zeggen, mij spreekt het dus niet aan, het idee... De intellectueel alleen maar als luis in de pels.
de intellectueel alleen maar als criticus van de macht. Nee, je moet eigenlijk, vind ik, de kwetsbaarheid aangaan om daar overheen te reiken. Niet om zelf een macht te willen worden, maar wel om de woorden te vinden die mensen zouden kunnen raken. Niet alleen in wat we niet zouden willen, maar in iets wat we wel zouden willen. Nou, dat is in Nederland, vind ik, heel moeilijk. Omdat je eigenlijk omringd wordt door mensen in zekere nuffigheid. Een zekere ironische distantie. Nou, daar worstel ik mee. En ik vind Karel van het Reven ook wel in die zin in dat beeld passen. Als je zo'n essay leest, ja, mijn eerste vraag is, als je het over revolutie hebt. En je hebt het niet over de Amerikaanse revolutie. Je gaat dat probleem geen eens aan. Mm-hmm. Je hebt alleen maar jouw beeld van revolutie is wat verongelukt. Maar je hebt helemaal niet over revolutie die ook een productieve betekenis in de geschiedenis heeft. Ja, dan als je daar al niet in beweegt, in dat probleem, en aan de buitenkant blijft staan, dan maak je het jezelf zo makkelijk. Nou, dat is een paar eerste ideeën die op mijn hoofd schieten. Ik wil op dat laatste wel even wat dieper ingaan. Vinden jullie het oké als we elkaar... Vindt u het oké als we je zeggen? Zullen we dat afspreken? Dat maakt het voor mij... Waanzinnige oude man. Maar, nou, fijn, dan doe ik dat. Wat je eigenlijk zegt is... dat er weinig wordt gezegd wat het dan wel moet zijn. En als je dat wel... Dus weinig kwetsbaarheid... dat woord gebruikte je. Annelien, allereerst, ben jij het daarmee eens? Ik voel me iets minder comfortabel om hier generaliserende uitspraken over Nederland en de ironische distantie te doen. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat wel inderdaad een goed punt. Als je kritiek hebt, is het ook wel handig als je kan laten weten hoe het daar wel moet. En Paul, als je zegt dat hebben we niet zo in Nederland, hoe komt dat, denk je? Waar komt dat vandaan? Nou, ik denk dat wij... Dus als je één verklaring zoekt... en dat is ook trouwens als je nu de actuele politieke gebeurtenissen ziet... waar Kamerleden het hebben over het ontbreken van macht en tegenmacht. Dus wij leven natuurlijk in een land met een enorme sterke traditie van consensus. Dat levert heel veel op. Het is ook een redelijk vreedzaam land. Ik wil eens vragen, is dat erg? Nou, dat is in die zin is dat problematisch... Want je ziet dus ook dingen verongelukken, omdat er gewoon te weinig macht en tegenmacht. En op het moment dat alles zo naar het midden trekt, dan zie je dat. Op het moment dat mensen radicale vragen stellen, de kring van de weldenkendheid zich sluit. En je wordt heel snel buitenstaander in Nederland. En dat kan op hele uiteenlopende manieren zijn. Dus ik vind ook wel op een bepaalde manier wat Benali nu is overkomen, vind ik verschrikkelijk. Ja. Want ik denk dat dat een heel integer iemand is. En die zal misschien best een keer iets hebben gezegd waar hij nu spijt van heeft. Wie niet, als je zo lang in het publieke gesprek mengt. Maar dat is iemand, daar heb ik zelf ook altijd voor gepleit, dat juist andere stemmen, andere geschiedenissen zich zouden vermengen met de herdenking op 4 en 5 mei. Dus ik vind dat heel jammer. Maar goed, ik zie dus in Nederland hoe snel de kring van de weldenkendheid zich sluit. En dat heeft alles met die traditie van consensus te maken. En hier floreert gewoon het intellectuele debat op die manier niet echt. En je ziet dus dat mensen als strategie dan hebben om zich in dat landschap te bewegen. Met een zekere ironische distantie. Vragen te stellen, maar vooral commentaar op het commentaar te geven. Het gaat ook heel vaak over de toon van het gesprek. En ik heb altijd zo'n zin gehad om het daar niet over te hebben... maar het over de zaak zelf te hebben en je daarin te wagen. Nou, makkelijker gezegd dan gedaan. En dan ontdek je heel snel waar de grenzen in Nederland liggen. En die liggen behoorlijk krap, worden die getrokken. Heb je een voorbeeld? Vele. Maar laat ik het niet over mezelf hebben. Maar ik vond eigenlijk het voorbeeld van Willem Oltmans, wat Zini noemde. Die heb ik ook wel meegemaakt. En die zich in de hele geschiedenis van de decolonisering... dus zeer kritisch uitliet en echt wel gevoelige plekken raakte. Ja, en die werd echt wel gewoon systematisch buitengesloten. Maar ik vind überhaupt, ik denk dat het geen unfaire generalisering is, dat eigenlijk de observatie ook van veel buitenlandse bezoekers in Nederland, dat het intellectuele en literaire debat in Nederland niet heel sterk ontwikkeld heeft. En dat heeft alles te maken met die enorme trek naar het midden. Ja. En je moet je altijd afvragen, dit land wat zichzelf twee karakteristieken aanmeet. Namelijk, we zijn het land van de consensus. En we hebben ons altijd wijsgemaakt, we zijn het land van de tolerantie. Mm-hmm. Maar hoe verhouden die twee zich eigenlijk tot elkaar? Als je zo naar het midden trekt,
dan wordt de uitsluiting van andere stemmen, waar die ook vandaan komen, al heel sterk. Dus ik denk dat in Nederland de tolerantie in Nederland helemaal niet zo ontwikkeld is. Ik kan het niet oneens zijn met Paul hierover. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Ik heb ook in mijn stukken heel vaak gehad over Pim Fortuyn, Hirsi Ali, Gloria Wekker, die en Philomena Essert, die in de jaren 80 letterlijk het land uit werden gekikt omdat ze het over institutioneel racisme willen hebben. Precies wat Paul net zei. Maakt niet uit van welke kant je komt. Als je dat nauwe spectrum van wat je mag bespreken in Nederland bevraagt, dan gaat het niet over je argumenten. Gaat niemand inhakken op je argumenten. Dan gaat het over of je het mag zeggen. Joris Luijendijk beschreef het heel mooi. Hoe beschreef hij dat? Hij zei, in Nederland debatteren we nooit over de argumenten, maar over of iets mag zeggen en zo ja, wie het mag zeggen en zo ja, met welke woorden, wat jij net ook zei. En waar ik mee worstel is, en dat is ook mijn vraag aan, en ook aan jou als je het ermee eens bent trouwens, maar vroeger dacht ik van, je voelde het wel aan, ik had het nooit zo onderzocht, maar ik dacht van, nou, het gaat om vrijheid en debat en dit moeten we aankaarten, we moeten ook een debatcultuur ontwikkelen in Nederland, daar heb ik echt voor gestreden. Ik heb het opgenomen voor de vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders, terwijl ik het een walgelijke partij vind. Maar ik ben nu echt bang aan het worden. Niet alleen door wat Benali is overkomen, ook door wat mij is overkomen. Ik ben nu, misschien is het de midlife crisis. Maar de vraag die ik heb is, ook al is het misschien een heel lange geschiedenis van polderen en consensus, ik vind het een verschrikkelijk intellectueel klimaat. Paul en jij en wie ook wil. Mijn vraag is, ik heb er geen antwoord op, is het te veranderen? Kunnen wij in Nederland een echte debatcultuur ontwikkelen? Of is het gewoon onmogelijk vanwege die geschiedenis die we hebben van consensus? Ik heb geen antwoord op die vraag en ik worstel ermee. Kijk, een vreemde academicus. Jij hebt ervoor gestudeerd, vertel. Misschien, ja. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk niet of ik het helemaal eens ben met het idee dat het, wat hier vooral ontbreekt, een debatcultuur is. Want ik heb het gevoel dat er wel voldoende mensen zijn die sterke stellingen willen poneren en die zich kritisch willen opstellen. Maar wat ik eigenlijk, waar ik meer sympathie voor heb, is het idee dat er een soort van uitsluitingsmechanisme opereert, waardoor het aantal mensen aan wie toegelaten wordt dat ze spreken, dat ze deelnemen aan het debat, dat dat in Nederland nog altijd relatief klein blijft en ook een relatief sociaal homogeen clubje van mensen blijft. En dat is voor mij hetgeen dat die debatcultuur echt in de weg staat. Het gaat om wie mag spreken. Dat is wie mag er spreken, ja. En dat merk je ook bijvoorbeeld aan de samenstelling van Nederlandse universiteiten. Dus er is een idee dat Nederlandse universiteiten een soort van linkse bolwerken zijn. Daar is veel onderzoek naar gedaan waaruit blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo is. De typische Nederlandse academicus is linkser dan de gemiddelde Nederlander. Maar dat geldt ook voor hoogopgeleide mensen in het algemeen. En als je dus gewoon kijkt naar de pool van de hoogopgeleide mensen, dan zijn mensen die aan de universiteit werken gewoon even links als andere hoogopgeleide mensen. Maar wat ik wel zie als je naar Nederlandse universiteiten kijkt, is dat er daar heel weinig vrouwen werken. Slechts 20% van alle hoogleraren zijn vrouwen en heel weinig mensen van kleur. Dus dat heeft volgens mij een verarming van het debat tot gevolg die veel reëler en nefaster is dan de zogenaamde ingebeelde verarming op ideologisch vlak. Willem Melging die net een mooie... Ja, daar gaan we aan het einde bij terugkomen, want dat is nu technisch een beetje te lastig. Paul, wil jij reageren? Nou, voor een deel is dat natuurlijk een geschiedenis die je ook wel breder ziet in andere Europese landen. En ik zie dat ook wel veranderen. Ik denk dat er wel de universiteiten, bijvoorbeeld het aantal vrouwelijke hoogleraren neemt natuurlijk wel toe. Altijd goed om ongeduldig te blijven en te blijven duwen. Maar ik denk dat we over 10 of 20 jaar alweer in een hele andere situatie zitten. En als je terugkijkt, dan was het natuurlijk echt heel armoedig wat dat betreft. Dus ja, ik vind dat ik zou niet weten hoe je daar niet enthousiast over zou kunnen zijn, over die ontwikkeling. En zou willen dat dat sneller gaat. Maar misschien moeten we het oude begrip repressieve tolerantie nog even afstoffen. In Nederland is het natuurlijk ook een geweldig talent. En dat zie je bijvoorbeeld dan
rond die demonstraties, hè, naar aanleiding van de moord op George Floyd. Rutte accommodeert dat meteen, hè, nodigt mensen uit, gaat daarmee zitten. En je ziet onmiddellijk ook wel, en je kunt zeggen dat is een kracht om dat onmiddellijk op te nemen. Maar ik denk het vermogen in Nederland, en dat heeft James Kennedy prachtig beschreven, hoe in de jaren 60 ineens de consensus verandert. Bij ons gaat verandering altijd op een bepaalde manier gaat snel, maar dan is er ook weer een nieuwe dominante consensus. Mm. Wij vinden het in Nederland heel moeilijk om langdurig op een serieuze manier met elkaar van mening te verschillen. Ja. Dat houden we niet. Ik zie het ook in elk gesprek. Iedereen trekt onmiddellijk naar elkaar toe, want we vinden dat moeilijk. Dus radicale stemmen, en ik denk dat deze tijd, met de grote vragen die er nu aan de orde zijn, die toch echt wel, of het dan gaat over het hele klimaatvraagstuk, of over vraagstuk van hoe verhoudt Nederland zich tot het koloniale verleden. Al die grote kwesties die nu aan de orde zijn, en heel veel bestaande denkbeelden uitdagen, er zijn natuurlijk radicale stemmen nodig die niet onmiddellijk worden geïntegreerd, maar ook een tijd lang worden gehoord voor wat ze zijn. En dat vinden we moeilijk. Daar hebben we geen, zou je zeggen, daar hebben we geen tolerantie voor? Nou, in ieder geval, of repressieve tolerantie, een beetje een ouderwets begrip uit de jaren 60, maar toch, hè, dus heel snel het willen integreren, maar daarmee ook eigenlijk van voor een deel van zijn radicaliteit ontdoen. En ik heb eigenlijk wel behoefte, en ik heb zelf een aantal jaren in Frankrijk gewoond, daar valt ook van alles in kritische zin over te zeggen, maar er bestaat in ieder geval wel meer het vermogen om grote vragen langdurig daarover ook echt op niveau met elkaar van mening te blijven verschillen. En ik vind de Nederlandse universiteiten eerlijk gezegd op dit moment, zeker de sociale faculteiten, kan wel meer pluralisme in, op de manier waarop jij het duidt. Maar er is ook wel, vind ik, er zijn veel vragen, als ik bijvoorbeeld kijk, terrein wat ik dan een beetje kan overzien, onderzoek op het gebied van migratie, dat is wel behoorlijk, gaat dat één kant uit. En ik zou gewoon, helemaal niet vanuit een parti pris, maar gewoon omdat ik denk, waarheidsvinding is ook verschillende perspectieven op elkaar laten botsen, verschillende onderzoekstradities op elkaar laten botsen. Daar valt ook nog wel iets te winnen. En dan zeg ik het mild. Wil je reageren? Wel, ik heb het gevoel dat Paul en ik het met elkaar eens zijn. Oh nee, nou, dus daar zit je zijn we terecht in. Het begint al, ja. Ik wil eigenlijk even terug naar ook het essay van Karel van het Reven. Hij schrijft het aantrekkelijke van revoluties. Paul, jij sprak net over radicalen. Maar Annelien, ik wilde toch ook aan jou vragen. Wanneer is iets of iemand nu revolutionair? Vind jij in de huidige tijd? God, ja. Dat zei eigenlijk aan een collega van mij moeten vragen. René Koekoek, die heeft daar net een prachtig boek over geschreven, waar ik nu even reclame voor wil maken. Revolutionaire tijden, echt een geweldig boek. Maar heel kort zou je kunnen zeggen dat een revolutionair iemand is die de status quo radicaal wil veranderen. En meestal denken we dan aan iemand die vooral de politieke status quo radicaal wil veranderen. Voor mij hoeft dat niet noodzakelijk gepaard te gaan met geweld, hoewel je dat natuurlijk in de geschiedenis wel vaak ziet gebeuren. Ik denk nu wel dat een soort van césuur is in de geschiedenis. Als je in een democratie woont, dan kan je die radicale verandering teweeg brengen via een geweldloze wijze. Dat is juist het mooie van democratie, hè? De open-endedness ervan. En de grote revoluties uit het verleden, de Franse-Amerikaanse revoluties, waren gewelddadig, precies omdat je daar machthebbers had zitten die zelf niet wilden weggaan, hè, en die ook niet vrijwillig van koers wilden veranderen. En als je dan kijkt nu naar de huidige tijd, vind je dit een tijd met meer revolutionairen dan eerder? Of is dat aantal in Nederland constant? Helemaal niet. dit lijken me eerlijk gezegd geen heel revolutionaire tijden. Ik wil mijn referentiekader is natuurlijk de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw. En zeker de geschiedenis van de eerste helft van de 20e eeuw.
Ja, dat is ook waar Van Drijven over schrijft. Die mensen geloofden echt ergens in. Dat doen wij niet meer. Het idee dat je die communistische heilsideologie... voor mij is het bijna onvoorstelbaar dat je daarin gelooft en in blijft geloven, ondanks alle bewijsmateriaal over het gedrag van Stalin, de gulags en zo. Ik vind dat dus bijna onbegrijpelijk. En ik denk dat geldt voor heel veel van mijn generatiegenoten. Wij zijn een generatie zonder idealen, jammer genoeg. Maar vind je niet dat er... laat ik zeggen, ik zie zelf... ik heb een boek geschreven over mijn grootvader. En ik erg me in de jaren 20 en 30 verdiept. Er kwamen allemaal tijdschriften op, synthese. Het was een tijd waarin alles uit elkaar viel. Een enorme verbrokkeling, een desoriëntatie. En daar kwamen ook de heelmakers op. De mensen die verbrokkeldheid weer wilden overwinnen en de wereld een beeld voorspiegelden van hoe kun je dit heel maken. Ik zie in sommige vormen van populisme zie ik een soort van belofte, hè, van heelmaking van een wereld die gebroken is. Ik zie in een bepaalde radicale milieubewegingen zie ik een idee van heelmaking van een wereld die gebroken is. En daar zitten behoorlijk vergaande, als je dat echt serieus neemt, qua denken van vragen die daar worden gesteld, zitten behoorlijk radicale opvattingen in. Ik wil het allemaal niet op één noemer brengen, maar ik zie wel dat er, de verbrokkeldheid en het gevoel van desoriëntatie en ook een zeker gevoel van leegte in de democratie, die misschien wel iets te maken heeft met dat we eigenlijk, als je gewoon 10 jaar Rutte overziet, dat gaat eigenlijk dus alleen maar op het reageren op crisis die elders ontstaan. Het gaat over de kredietcrisis, gaat nu over een pandemie, ging over de vluchtelingencrisis. Hij is eigenlijk continu in de modus van crisismanagement. Maar die crisis gaan niet zozeer over iets wat hier gebeurt, maar meer op het reageren en eigenlijk de verdamping van soevereiniteit. En de vraag, hoeveel greep hebben we eigenlijk nog op de inrichting van de samenleving? In Nederland of in Europa? Dus ik probeer eigenlijk de wortels te zoeken van het gevoel van desoriëntatie, van verbrokkeling. En waarom ook in die leegte dan dit soort grote ideeën over een heelmaking kunnen ontstaan. Kun je daar iets mee? Nee, absoluut. Nee, ik volg heel veel van wat je zegt, maar ik zie dat nu nog niet gebeuren. Kijk naar Trump. Waar staat Trump voor? Nergens. Het enige waar hij voor staat is... ik wil graag aan de macht blijven, ook al hebben 5 miljoen Amerikanen tegen mij gestemd. En wit nationalisme, dat is natuurlijk ook Trump. Maar waar is de... dat is zo'n leeg verhaal. Ik vind het eigenlijk bijna onbegrijpelijk dat hij daar toch nog zoveel mensen mee wist te inspireren. Maar uiteindelijk wist hij er ook niet genoeg mee te inspireren. De vergelijkingen met Hitler en Mussolini worden vaak gemaakt, maar die vind ik toch ergens de bal missen. Iemand als Hitler, hoe vreselijk... Ja, die had een soort van verhaal. Hè? Dus wat is het verhaal van Trump? Ik heb daar toevallig over gesproken met de adviseurs van de Obama-campagne in 2008... over de vraag waarom Trump won van Hillary, terwijl hij inderdaad, wat je zegt, eigenlijk geen sluitende verhaal of wat dan ook. En hun argument was, en dat onderbouwden ze ook met allemaal citaten uit peilingen, wat dus kennelijk in Amerika heel veel mensen, met name mensen die eigenlijk de verliezers waren van van de globalisering enzovoorts, misten in de politiek was, zij noemden dat authenticiteit. Zij zeiden tegen mij, Trump praatte uit zijn tenen, zonder, hoe heet zo'n ding? Zonder teleprompter. Hij praatte poep. Maar het was wel authentieke poep. En het was zo karig gesteld met authenticiteit in de politiek, dat al genoeg was om zoveel mensen op hem te stemmen. Ik denk wel dat ze een punt hebben. En ook om terug te komen op wat Paul net zei over inderdaad, zonder persoonlijk te worden, het gaat me niet om de persoon Rutte, maar dat we inderdaad 10 jaar lang een voormalige HR-manager van een margarinefabriek, letterlijk, als premier hebben, die inderdaad zelf zei ook, wat zei hij nou? Ideologie is een olifant die het zicht belemmert, zoiets. En hij meent het ook. En hij is vast heel goed in het HR-manager van een margarinefabriek. Maar het enige waar Baudet, vind ik, gelijk in had in de Tweede Kamer, ik zat er zelf, meteen na de verkiezingen. Baudet was de eerste die begon over wat ik hier in het huis mis, is een debat over wat we nou willen in de verre toekomst. Ja, een vergezicht. Maar dat is een zoektocht van... En hij werd uitgelachen, Paul. Door iedereen. Ook door mij trouwens. Ik geef het meteen toe. Want we zijn hier om dingen te regelen. We zijn, nee, dit is Nederland. Maar hij had gelijk.
Hij had helemaal gelijk. En nu zie ik wel andere partijen ook opeens praten over visie en vrijgezichten na de coronacrisis. Maar het gaat er dus om, wat voor beeld hebben wij bijvoorbeeld van Europa. Het midden vind ik heel zwak, nog steeds. Nog steeds bezig zelf opnieuw uit te vinden. En ik wou eigenlijk dat het waar was dat Trump helemaal niets te zeggen had. Maar er zat natuurlijk wel degelijk een samenhang in. We moeten het ook niet ons te makkelijk maken. Dat hele beeld van I'm going to build a wall, dat resoneerde natuurlijk op een bepaalde manier wel. Het protectionisme, het America first, het idee we gaan handelsakkoorden verbreken. Die hele agenda die hij al 30 jaar lang met zich meedroeg, eerlijk gezegd, daar zat wel degelijk een zekere samenhang in. Totaal geen antwoord op de vragen van deze tijd, maar wel een belofte van heelmaking in een besloten ruimte. Nou, laat ik zeggen, daarover na te denken wat daar gebeurt en wat je daar dan tegenover zou willen stellen, voorbij de kritiek, want de kritiek is wel duidelijk, maar wat dan wel? Het feit dat we Joe Biden nu zo omarmen, is toch eigenlijk alleen maar omdat hij in niets op Trump lijkt. Maar zonder Trump zouden we toch niet enthousiast zijn over Biden? Ja, zou er toch iemand willen die, jonger is, met een nieuwe kijk naar de wereld en niet eigenlijk iemand heel die, die belooft om een heel restauratief moment. Maar goed, ik ben er ook blij mee, want gezien wat eraan vooraf is gegaan. Maar wat deze tijd nodig heeft, is natuurlijk meer dan dat. En ik voel wel de leegte en het gevoel van desoriëntatie, daar maak ik me echt wel zorgen over. Omdat ik echt zoek naar wie zijn dan de stemmen, wat zijn de ideeën die dat midden in de politiek een nieuwe verbeelding tot stand brengen. En dat is niet het midden. Het midden kan ook radicaal zijn. Ja, maar, nee, maar daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat die leegte inderdaad. De grote vraag is, wat gaat die leegte inderdaad opvullen? En er zijn wel een aantal tendensen die nu tot bezorgdheid stemmen. En de opkomst van Trump is er één van, hoe leeg zijn ideologie ook is. Ja, ik ben het eigenlijk mee eens dat in hoeverre dat daar een ideologie zit, is dat die van het witte America first nationalism. En dat is beangstigend genoeg in en of itself. Ook als we kijken naar de Poolse casus of naar Hongarije of naar Italië, waar die Fratelli d'Italia, ik bedoel, dat die ineens zo groot zijn geworden, zijn allemaal. Er zit een soort energie aan de hele erge rechterkant van het politieke spectrum die mij wel inderdaad zorgen baart en die inderdaad misschien waar bewegingen uit aan het voortkomen zijn die, als we niet goed opletten, die leegte misschien kunnen gaan opvullen. Iets waar ik heel erg van schrok, vlak na de vorige Amerikaanse verkiezingen, heb ik een column geschreven nadat ik me had verdiept in de statistieken van Pew. Dat is het Amerikaanse enquêtebureau die had uitgezocht wie precies op Trump had gestemd in 2020. Wat blijkt nou? En daar schrok ik van. Het blijkt dus dat Trump dit keer zijn aandeel stemmen, zijn percentage stemmen onder vrouwen, onder Mexican-Americans, zelfs onder Islamitische Amerikanen, zelfs onder Afro-Amerikanen, heeft weten te vergroten. Alleen onder witte Amerikanen is het net genoeg achteruit gegaan dat hij net verloor van Biden. Ik schrok daar zo erg van. Dus ik deel je beide analyse van. We zijn nog lang niet van Trump, of nou deze Trump is of de volgende Trump is, af als er inderdaad de komende jaren niet alleen in Amerika, maar ook denk ik in Nederland niet iets verandert in die, inderdaad, wat je zei, verbeelding. Dat vergezicht, het stip op de horizon. Daarom vind ik Karel van der Dreven uiteindelijk helemaal gewoon laf. Want hij bood dat ook niet. Maar het ligt niet aan hem, het ligt aan Nederland ook wel een beetje. Misschien meer dan andere landen, maar goed. Maar als we het dan hebben over dit extreem rechts, laat ik het dan zo noemen. Is dat dan conservatief of revolutionair? Nou, in zijn consequenties, als je het serieus neemt. En ik vind altijd dat dat een heel goed uitgangspunt is. Om te beginnen met mensen letterlijk te nemen. Ik kan me nog herinneren, de dag na de verkiezing met Trump zat ik in een studio met de vraag gesteld. Nou, die Trump, zei iedereen, die gaat wel gedisciplineerd worden door het ambt. Die houdt wel op met twitteren en dat gaat, die zal vrij conventionele president worden. Nou, ik dacht van, begin maar eens goed te luisteren wat hij zegt. Dus als je dat inzint, als dat echt doorgevoerd zou worden over lange jaren, zou dat een enorme disruptie betekenen. Er zit echt wel een revolutionaire kant aan. Ik wou bijna zeggen, over het geheel genomen geweldloos. Nou, we hebben gezien dat dat toch kan overlopen in wat we dan op 6 januari hebben gezien.
Over het geheel genomen vind ik wel, zeker als je naar Europa kijkt, de parallellen met de jaren 20 in dat opzicht. Kijk, de totalitaire bewegingen van fascisme en communisme zijn ook voor een deel geboren uit de totale oorlog van de Eerste Wereldoorlog. En die ervaring, als je gewoon een biografie van Mussolini leest, vanaf het begin is dat gewelddadig. De Arditi, de Italiaanse troepen die vochten achter de linies in de Eerste Wereldoorlog, dat was de kern van zijn aanhang. En die waren gewoon volkomen getraumatiseerd uit die Eerste Wereldoorlog gekomen. Nou, dat gelukkig hebben we dat niet in deze tijd. Dus dat geweldspotentieel zie ik op die manier niet terugkeren. Maar ik hou me altijd liever bezig, niet met wat ik niet wil, onder woorden te brengen wat we wel zouden kunnen willen. Dus ik probeer te schrijven over hoe Europa dan wel vorm zou kunnen krijgen. Hoe een multiculturele samenleving, of hoe je het ook wil beschrijven, wel vorm zou kunnen krijgen. En we verliezen ontzettend veel tijd in zelfreflectie en naar binnengekeerde vragen. Als ik nou een beetje nu naar jullie luister, en ik zal erbij zeggen, ik kom uit 1989. Okay. Dan hoor ik... Een kind van de muur. Nou, een kind van de muur, ja. Dat is gevallen net nadat ik geboren werd. Het is vast geen toeval, maar dan hoor ik... Marie Moelisch zou zeggen, dat is inderdaad geen toeval. Dan hoor ik toch een... ja, er zijn wel dingen die de rechtsstaat en vrije samenleving... bedreigen, maar het is niet een veel revolutionairere tijd dan als je kijkt naar de geschiedenis. Maar wat ik me afvroeg, want ik hoor het mezelf ook regelmatig zeggen, we leven in een zeer gepolariseerde samenleving. En ik denk dat, althans we hebben net een sollicitatieronde gehad en heel veel... mensen die voor een stage solliciteren, dat is ook wat zij zeggen. De samenleving is ontzettend gepolariseerd op dit moment. Maar we hebben hier een gesprek waarvan ik eigenlijk me afvraag, valt het dan best mee? Er is een groot midden, dat heeft niet echt een visie, maar het moddert maar door. Ik denk dat probeer ik naar te verwijzen in mijn essay. Het is misschien niet meer gepolariseerd dan vroeger, maar het is denk ik meer, het gaat meer om particuliere belangen. En ik denk dat de groep, hoe klein ze ook mogen zijn, die polariseert, die radicaliseert harder dan ooit. Ik zal een voorbeeld geven, die viruswaanzinnige. Die, wat was het, afgelopen zondag ook hier in Amsterdam tekeer ging, op het Museumplein. Het schijnt uit statistieken te blijken dat de groep die gelooft in een pedonetwerk en een, waar geloven ze nog meer in? Dat virus een hoax is, 5G, is allemaal een warboel aan allemaal samenzweringstheorieën. Die groep aan zich wordt niet per se groter, maar ze worden wel radicaler. Ze voelen zich hopelozer. Ze voelen zich wanhopiger. Waardoor ze echt... En als die mensen zeggen, er moet een burgeroorlog komen. Lange Frans heeft het in zijn podcast over het vermoorden van Rutte. Dat hij dat niet doet, omdat hij... hij vindt het lastig om in de gevangenis te zitten. Anders, ja. Weet je wel? Ja. En wat Paul het ook zei, die mensen menen het. En ik zie daar ook niet alleen Lange Frans, maar gewoon gewone mensen... verplegers, weet ik veel wat, gewoon arbeiders, die dit echt, moet je nou voorstellen, je gelooft oprecht dat jij het slechter hebt gekregen omdat de Nederlandse regering, de wereldregering, wordt bestierd door een elite aan pedoseksuele kinderbroed, bloeddrinkende. Je gelooft er echt in. Stel je nou eens voor, wat is dan de consequentie daarvan? Die moeten dood natuurlijk. En daarom maak ik me wel zorgen. Ik denk niet dat, als dit zo doorgaat, ook al wordt die groep zelf niet groter, ze worden radicaler en banger en hopelozer, dan gaan we echt wel problemen hebben. Ook met geweld in Nederland. Zeg niet dat in Nederland nooit geweld gaat gebeuren. Wat we dan met die mensen wel moeten doen, hoe we ze op het rechte pad kunnen brengen, geen idee. Maar niet met Karel van der Even. Annelien? Ik vind het debat over polarisatie zelf een heel interessant debat. Ik denk, als de literatuur die ik daarover heb gelezen, die suggereert dat er eigenlijk, als je gaat kijken naar hoe mensen over bepaalde dingen denken, politiek gevoelige kwesties, dat daar eigenlijk geen polarisatie valt vast te stellen. Hè. Dus als je aan Nederlanders nu vraagt hoe links of hoe rechts ben je, zit je weer zelf op het politieke spectrum, dan is die verdeling wat naar rechts opgeschoven. Maar het is niet zo dat je dan in de ideeën van mensen een soort van
uiteengaan hebt, maar... Dat is wat ze willen bedoelen, uiteindelijk. Wel, maar wat je dus wel hebt, is dat mensen meer belang zijn gaan hechten aan politieke tegenstellingen en mensen met andere politieke opinies ook negatiever zijn gaan beschouwen. Ja. En dat is natuurlijk problematisch in democratie. Je wilt... Bijvoorbeeld, ik heb veel Amerikaanse vrienden en daar is de situatie nu zo dat als je zelf democraat bent en je kind komt bij wijze van spreken thuis met een republikeinse partner, dan zou dat een probleem zijn. Of bijvoorbeeld de zus van een vriendin van me, die is getrouwd met een man die republikeins is. Ja, dat is dus in die familie een echte splijt, van een echt probleem. Dat wil je natuurlijk niet, want zo'n situatie is heel erg slecht voor de democratie. De essentie van democratie is dat je dus politieke conflicten oplost op een niet-gewelddadige wijze en dat je dus, en dat je de macht overdraagt aan, als je die verliest, op een vreedzame wijze. En als je je politieke tegenstander als vijand gaat beschouwen en als moreel verwerpelijk, dan kom je in een situatie waarin dat altijd maar moeilijker wordt. En dat is ook wat voor een deel achter die bestorming van het Capitool zit. Naast alle leugens van Trump zit daar ook gewoon een fenomeen achter dat mensen in de Verenigde Staten, die politieke entiteiten zo'n emotionele lading hebben gekregen dat het heel erg moeilijk wordt om die anderen nog als een medeburger te zien. En dat is echt heel problematisch. Maar opnieuw, dat zie ik in Nederland nog niet zo snel gebeuren. Ik bedoel, ik heb niet heel veel sympathie voor bijvoorbeeld voor de VVD. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik nu ongelukkig zou zijn moest mijn dochter thuiskomen met een jongen die misschien een klein beetje ongelukkig is. Maar ik zou mij niet het huis uitgooien, snap je? Dus dat zie ik... En daar hebben we een heel... dom, dwaas ding aan te danken. Aan die situatie hebben we te danken aan iets heel dom en dwaas. Dat is dat wij een meerpartijensysteem hebben. Dat inoculeert ons voor een groot stuk tegen die polarisatie die je nu ook in de Verenigde Staten ziet. Over de Verenigde Staten moet ik... Je bent hier overgeleverd aan CNN. En dat is natuurlijk een heel bizarre zender geworden die volkomen gepolitiseerd is en heel weinig journalistieke ambachtelijkheid meer heeft. Maar goed, daar wordt dus bestorming van het Capitool wordt gezegd van ja, er is eigenlijk Amerika gepolariseerder, nooit zo gepolariseerd geweest sinds de burgeroorlog. Dan denk ik, ik kan me de jaren 60 nog wel enigszins herinneren. Moord op Kennedy, moord op de andere Kennedy, moord op Martin Luther King, moord op Malcolm X. Heel gewelddadige tijd. Enorme opstanden in de steden, geweld tijdens de Democratische Conventie in Chicago, Vietnamoorlog, aftreden van Nixon. Ik bedoel, er zijn wel heftige periodes geweest. Ik voel me wel onveiliger nu. En ik zoek natuurlijk naar de oorzaken. Mm-hmm. Kan zijn dat ik gewoon wat minder flexibel word met de jaren. Maar ik voel me onveilig om mij nu uit te laten over heel veel vragen. En dat heeft wel iets te maken, denk ik, ook met dat de publieke ruimte is veranderd door sociale media. En in welke mate die sociale media werkelijk... Ik denk dat je gelijk hebt dat er nog steeds een behoorlijk sterk midden is in Nederland. Althans voor mensen die gematigde politieke opvattingen hebben. Maar die sociale media leggen wel een druk op het geheel en hebben de ruimte van publieke meningsvorming wel enorm veranderd. En ik moet zeggen dat ik dat een onveilige ruimte vinden. En ik snap ook wel waarom mensen in die ruimte steeds meer bubbels zoeken en zich steeds meer terugtrekken in een kring van gelijkgezinden. Want als je daar buiten treedt, dan kom je in een heel... ik vind het gewoon een hele onprettige tijd wat dat betreft. En ik moet zeggen dat ik ook wel regelmatig gewoon met pijn in mijn maag wakker word. En denk van, hoe moet ik me hier toe verhouden? Dus dat zie ik wel. Maar of dat, in welke mate dat nou echt de samenleving als geheel uiteendrijft. Misschien staan we pas aan het begin van die ontwikkeling. Ik wil niet te pessimistisch erover zijn. Maar voor mij is het grote probleem niet de radicaliteit, maar gewoon het gebrek aan verbeelding in het hart van de Nederlandse democratie. En daar vind ik ook dat intellectuele denkkracht die er in Nederland absoluut is, gewoon tekortschiet.
daar zou ik zo ontzettend graag meer aan werken dan me altijd te bekreunen over de radicaliteit van deze of gene. Maar de ruimte waarin dat moet gebeuren is wel echt veranderd. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik bedoel, om terug te komen op die viruswaanzinnige en dat soort types. De groep wordt niet groter, maar ze worden wanhopiger, radicaler en bozer. En ik zal terugkomen op het voorbeeld dat ik net gaf. Precies wat Paul zei. Toen Pieter Omtzigt als eerste, Renske Leijten, Jan Kleinhuis, Pieter Klein, de toeslagenaffaire, het toeslagenschandaal, jaren geleden probeerde aan te kaarten, gebeurde niet waar jij voor pleit, waar wij voor pleiten. Ze werden door collega's in de Kamer, in de media aangevallen, omdat ze durfden vragen te stellen over etnische profilering, onrecht. En dat is denk ik wel waar ik me wel zorgen maak. Want als je luistert naar de mensen die nu de straat op gaan en ze geloven dat er een pedonetwerk is van bloeddrinkende elites die hun leven miserabel maakt. Die fucking lang, sorry, die fucking. Hoe heet die dansleraar ook alweer? Willem. Ja, Engel. Willem Engel. Die fucking Willem Engel, weet je wat hij wel doet? Hij geeft een sluitend verhaal. Een antwoord op de vraag waarom al die mensen zo slecht hebben. Een slecht antwoord. Het klopt niet, maar het is een helder, duidelijk antwoord. Wat is het antwoord van het midden of van links geweest? Ja, maar misschien moeten we toch iets en meer. Daarom maak ik me wel zorgen. Nee. Ja, ik vind dus niet. Als ik gewoon Twitter volg, dan zie ik heel wat collega's van mij. Ik hoef dan ook geen namen te noemen, maar ja. Ik vind wel gewoon de loopgravenoorlog die daar voortdurend gaande is, vind ik eerlijk gezegd, precies. Inspireert me niet alleen, maar vind ik eigenlijk wordt tamelijk hopeloos gevoel, hou ik daar aan over. Dat er voortdurend gewoon van de ene kant van de loopgraaf naar de andere kant wordt gebruld en ontzettend weinig bereid is. Mijn eerste reactie op die Black Lives Matter was, ik ga praten wel met iemand die ik goed ken. Jongen uit de Antilliaanse gemeenschap, jongen, man, diplomaat, noem maar op. Ik wil gewoon, we zijn het helemaal niet eens over een heleboel dingen. In De Groene heb ik dat gepubliceerd. 4 keer met hem een hele middag gepraat, opgenomen, uitgetikt, noem maar op. Maar dat is mijn impuls. Dat je denkt van, ik wil gewoon ik wil gewoon horen wat voor ervaringen ik mis en wat ik niet zie. Maar ik wil ook dat hij mijn ervaringen. Weet je, dat is wel verdomd moeilijk, vind ik op dit moment. En dat vind ik jammer, want ik heb het gevoel dat in dat midden mensen heel veel dichter bij elkaar staan eigenlijk. Maar elkaar veel meer zou kunnen raken en zou kunnen inspireren dan nu het geval is. Ja. Nou ja, ik weet het niet. En dan eindigen we misschien toch bij iets. Want Annelien, in jouw boek schrijf je dat. En ik vroeg me af of dat hiermee samenhangt dat Nederland heel erg gericht is. We in Nederland heel erg gericht zijn op negatieve vrijheid. En je schrijft volgens mij ook, en als het niet klopt, zeg het graag. Dat positieve vrijheid, dat we daar meer aandacht voor zouden moeten hebben. Sluit dat hierop aan? En wat zijn ze? Wel, zelf hou ik niet zo van die terminologie negatieve en positieve vrijheid. Maar wat ik in mijn boek eigenlijk wil laten zien, is dat als mensen dus in de loop der geschiedenis nadachten over vrij zijn en streden voor een vergroting van hun vrijheid, dat zij daar eigenlijk vooral collectieve vrijheid mee bedoelden. Dus de vrijheidsstrijd van bijvoorbeeld de Franse en ook de Amerikaanse en ook de Nederlandse revoluties van de late 18e eeuw waren. Dat was een strijd voor meer democratische vrijheid, voor het recht om jezelf te besturen. Maar in de 19e en 20e eeuw is de betekenis van dat begrip vrijheid geleidelijk aan veranderd en is men daar vooral mee gaan bedoelen vrijheid om te doen wat je wil met je eigen lichaam, met je eigen bezittingen en hou die staat maar ver weg. En dat is vrij zijn. Hè? Dus dat is een totaal geïndividualiseerde conceptie van vrijheid. En in mijn ogen is dat een jammerlijke ontwikkeling. En ik denk ook dat de coronacrisis daar een heel mooi voorbeeld van geeft. Hè. Hoe vaak hebben we niet gehoord in elke maatregel, oh nee, ja, dit mogen we echt niet doen, want hier gaat onze vrijheid aan ten onder gaan. Terwijl die maatregelen gewoon nodig waren vaak, hè, om elkaar te beschermen. Dus
mensen gaan zich beroepen op dat individualistisch vrijheidsbegrip en verliezen elk gevoel voor solidariteit met hun medeburgers. En ja, dat vind ik dus een zorgelijke ontwikkeling. En daarom zou ik willen pleiten voor een terugkeer naar dat oude en meer collectieve vrijheidsbegrip. Vrijheid is iets dat we samen hebben. Het gaat over samen onder regels leven die je zelf meehelpt maken. De overheid, dat zijn eigenlijk wij. Dat is de essentie van democratisch bestuur. In plaats van vrijheid is leven met zo weinig mogelijk regels. Uit het hart. Nee. Ik denk, als je gewoon ziet, dus laat ik zeggen, wat de hele cultuur van assertiviteit, van je moet voor je rechten opkomen, is allemaal heel goed. Maar het idee van dat die rechten alleen maar in een context van onderlinge afhankelijkheid tot gelding kunnen worden gebracht. Het hele idee van vrijheid van meningsuiting, waarbij eigenlijk het idee van wederkerigheid weg is gevallen, van je hebt het recht om het woord te nemen. Maar dat dat recht alleen maar duurzaam kan zijn als je ook de verplichting voelt om het recht van anderen om het woord te nemen wil verdedigen. Dus laat ik zeggen, die hele cultuur, wat ik eigenlijk wel vat in het begrip wederkerigheid, dat de rechten van de een onlosmakelijk verbonden zijn met de rechten van een ander. Nou, daar valt nog wel heel veel te winnen. Maar ik heb wel het gevoel dat ook in die context van de coronacrisis, om iets positievers te zeggen dan al die sombere reflecties, nee, dat je wel ziet een wending van het private naar het collectieve. En dat mensen beseffen nu dat juist op het moment van dat iedereen op zichzelf teruggeworpen is en het isolement van de anderhalve meter enzovoort, dat we eigenlijk zo ongelooflijk afhankelijk zijn van een goed functionerende publieke sector, van de gezondheidszorg, et cetera, et cetera. Dus dat bijna al die partijen in Nederland, dat zie je dan ook weer, na 30 jaar... Zonder debat, ja. Ja, maar goed, dat is op zich bijna 30 jaar heel veel nadruk op de private kant van het toch die wending naar de publieke sector maken. Nou, als we dat kunnen vasthouden en ook echt verder zouden kunnen dragen, dan zie ik nog wel nieuwe antwoorden ontstaan. Niet alleen in Nederland, maar ik hoop natuurlijk dat dat grensoverschrijdende gesprek, want anders blijven we langs elkaar heen praten. En ik bedoel, die ruimte in Europa, ook intellectuelen eerlijk gezegd, kunnen zich vrijwel alleen maar verstaanbaar maken in hun eigen taal. Alle grote debatten vinden plaats binnen een specifieke taalgemeenschap. Het aantal intellectuelen dat echt over grenzen heen, buiten een bepaalde kring, mensen weten te raken, zijn er niet zoveel. Dus daar valt ook nog wel, de Republiek der Letteren is wel behoorlijk teruggekropen achter taalgrenzen, vind ik. Zie je niet? Dus kijk ook naar de tijd. En we gaan nog even naar Willem. Wil jij nog iets toevoegen? Hebben we nog iets besproken? Mis je iets? Ja, één ding. Ik sluit wel aan op alles wat er gezegd is. En voordat Willem nog aan het woord komt, nog één boodschap heb ik nog aan iedereen. Alle landgenoten die meekijken en de livestream en heel Nederland. Ik heb vier woorden nog. Lang leven Abdelkader Ben Ali. Dank. Willem, zou je nog heel even willen gaan staan voor ons? Ja. Nou, ik wilde wel vragen. We hebben nu een heel gesprek gehad over allerlei onderwerpen waar Karel van het Reven regelmatig over gesproken heeft. Maar ook, ja. We hebben ook over hem gesproken. Hebben we een beetje recht gedaan? Nou, ik vond het wel leuk om ook kritiek te horen natuurlijk. Dat kan ik mooi meenemen als ik bezig ben met schrijven. Ik heb geen lijntje met Karel of zo. En ik sta hier ook niet namens hem. Maar nee, natuurlijk niet. Ja, ja, ja. En als historicus. Ik wil wel zeggen, hij had wel zijn Zola-moment daar in de Sovjet-Unie. Kun je zeggen, ja, god, hij had een vaste aanstelling in Leiden. Hij kon zo weer naar huis. Maar toch wel een beklemmende omgeving. Rusland was toen nog best wel heftig. En niemand die hem dat vroeg. En dat vind ik zo tekenend voor de man. Niemand die hem vroeg om het voor die mensen op te nemen. De meeste van zijn collega's, journalisten, deden dat namelijk niet. Want die wilden na Moskou nog een leukere betrekking in Parijs of in Washington hebben. Hij nam dat risico wel. En als hij weer naar huis was gestuurd, was het toch wel een blamage geweest. En vind ik echt een geweldig boek.
En ik heb ook het gevoel dat dat uiteindelijk voorbij alle polemiek en al die essayistiek, dat toch wel zijn echte nalatenschap is. Misschien wel, maar ook daar komt toch iedere keer weer zijn politieke denken naar boven kruipen. De manier waarop hij die mensen beoordeelt is vaak ook een maatstaf. Heel veel van die portretten zijn eigenlijk ook zelfportretten. Hoe fatsoenlijk is iemand in een politieke crisis? En het ging over, er moet een stip aan de horizon komen. Het probleem bij revolutionairen is dat ze iets beloven wat er niet is. En als je dan die stip op de horizon, als je dan dichterbij komt, dan zie je vaak dat het de silhouet van een wachttoren is. En daarom ben ik niet zo dol op stippen aan de horizon. En daarom denk ik dat Karel wel een moedige democraat was. We hebben niets, Scheffer zei het ook een paar keer, we hebben niks beters dan wat we nu hebben. En dat is al moeilijk genoeg. En nou, in de zin van, een democratie is voortdurend aan het modderen en aan het, er is geen denkbeeldige ideale eindsituatie waar wij heen gaan. Het zal altijd modderen blijven. En revolutionairen die een hele wereld beloven, daar ben ik niet zo dol op. Maar nu spreek ik niet namens Karel, maar namens mijn ervaring als historicus. Geloof je een idee van vooruitgang? Ik ben bang van niet. Ik denk, nee, we beginnen iedere keer weer opnieuw natuurlijk met dezelfde fouten. Maar dat is niet erg, zolang je elkaar beraden het woord laat en niet denkt van welke partij aan de macht is dat die het echte laatste woord heeft. Dat zou catastrofaal zijn. En wat die revolutionairen betreft, de ellende is als een revolutionair aan de macht komt. En dat was natuurlijk bij Trump. Bij Trump was de verbeelding aan de macht, om het maar in heel veel dubbelzinnigheden te zeggen. Hij beelde zich van alles in. En hij deed, en dat is het afschuwelijke gevaarlijke van amateurs in de politiek, en dat geldt voor Trump, dat geldt voor Hitler, dat geldt ook wel voor een paar andere amateurs in de politiek, die doen wat ze zeggen. En dat zijn de gevaarlijkste. Ging. En heel veel dank ook voor al je bijdrage vanavond. Ik ga afsluiten. Ook hier aan tafel Anneliene Dijn-Pals, Scheffer, Zini Ustiel. Hartelijk dank voor vanavond. En u heel veel dank voor het kijken. Er komen, als we weer open zijn, want ik heb u best gemist vanavond als publiek. Dus als we weer helemaal open zijn, dan komen er een aantal nieuwe publieke intellectuelen. Waaronder Oek de Jong over Johan Huizinga, Roxane van Ieperen over Anna Blaman, Maxime Februari over Abel Hertzberg en wie vergeet ik? Ja, Astrid H. Roemer over Bea Vianen. Hopelijk tot dan. Dank u wel.